Zes weken. Nee, nou, ik ga voorlopig tot over om te vragen, griffier, verzoek jullie getuigen binnen te leiden. Heerlijk. Alsjeblieft. Ik ga de stoel wat langer doen. Alsjeblieft. Dank u wel, heren fotografen. Zeg ik dan ook maar een keer. Goedemiddag iedereen. Ik open de vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van mevrouw Braal. Mevrouw Braal, hartelijk welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van die coöperaties. Dus kijken we ook naar incidenten die daar plaatsvonden. We willen dan altijd weten wat er nou gebeurde, hoe het kon gebeuren en wie verantwoordelijk is. En vandaag, mevrouw Braal, concentreren we ons op de toezichtsschil, waarmee we ook vooruit willen kijken. Vanmorgen hadden we het Waarborgfonds, nu het Centraal Fonds. Kijken ook nog even terug naar wat er gebeurde, maar ook vooruit. En in dat verband, mevrouw Braal, bent u zelf opgeroepen als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U koos ervoor de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen, als u even wilt gaan staan. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, mevrouw Braal. We beginnen meteen met het openbaar verhoor. Mevrouw Braal, u bent sinds 2013 zelf directeur van de financiële toezichthouder op de woningcoöperaties. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, CFV. En ten tijde van de Vestia-crisis, die nogal acuut kwam bovendrijven, was uw voorganger, de heer Jan van der Molen, nog directeur en eindverantwoordelijk voor het Centraal Fonds. Maar zelf was u toen als hoofd monitoring en ontwikkeling van het Centraal Fonds wel al direct bij de Vestia-problematiek betrokken. Daarom begint het verhoor met een aantal vragen over die periode. Maar daarna gaan we wel door op de nasleep, de gevolgen van het Vestia-debakel en andere saneringen in de sector en de impact daarvan op het hele stelsel. En mevrouw Braal, we willen graag het verhoor ook eindigen met wat meer vragen gericht op de toekomst van het toezicht op de coöperaties en de rol van het Centraal Fonds daarin. Dus daar komen we straks ook met u op. Wat dat betreft gaan we nu eerst even met Vestia en de derivatenproblematiek aan de slag. We hebben de heren Werner en Van der Wansum van bureau Capitat hier gehad voor een openbaar verhoor. Zij gaven aan dat toen de problemen in september 2011 vooral naar boven kwamen bij Vestia, dat bij het Centraal Fonds op dat ogenblik niet veel kennis aanwezig was over derivaten. Dat hebben zij hier verklaard in het openbaar verhoor. Dus mijn vraag aan u om mee te beginnen is, als het Centraal Fonds de financieel toezichthouder is op die sector, hoe kan het dan dat ze op dat ogenblik weinig of misschien wel geen kennis van derivaten in huis hadden bij het Centraal Fonds? Tot begin 2011 heeft het Centraal Fonds zich in haar financieel toezicht altijd gericht op de ontwikkeling van de vermogenspositie van corporaties. Eind 2010 kwam daar een eerste verandering in, omdat toen het Centraal Fonds heeft besloten om een onderzoek te gaan doen naar het gebruik van derivaten bij woningcorporaties, het zogeheten themaonderzoek derivaten. En toen ik in februari 2011 bij het Centraal Fonds kwam werken, toen was een van mijn taken als leidinggevende om dat themaonderzoek derivaten te gaan starten. Daar hebben wij ook de heren van Capitat, die u heeft gehoord, voor ingehuurd. Een belangrijke doelstelling was in eerste instantie om ook met hun hulp expertise op te bouwen binnen het Centraal Fonds over derivaten. En vervolgens met die expertise ook dat themaonderzoek in de corporatiesector te gaan uitvoeren. Dus toen in september 2011 de problemen bij Vestia pregnant werden, toen waren wij, ik denk, een half jaar bezig om kennis op te bouwen.
En toen was er ook wel zeker een stuk basiskennis bij het CFV aanwezig. En in ieder geval voldoende om op dat moment met die kennis zelf een onderzoek te gaan starten naar wat er nu precies bij Vestia aan de hand was. Ja, wanneer was dat? Dat aanwezig was voldoende kennis om dat onderzoek te kunnen opstarten? Nou, in september 2011 werden de problemen bij Vestia pregnant. En toen hadden wij al een half jaar in het kader van dat themaonderzoek waren we bezig met kennis op te bouwen. We zaten nog in de opbouw van kennis, maar de kennis was wel voldoende om op dat moment ook zelf een onderzoek te gaan starten bij Vestia naar hoe het derivatenprobleem er daar precies uitzag. En dat hebben we ook gedaan. Het Centraal Fonds als financieel toezichthouder maakte natuurlijk ook mee dat eind 2008 de rente scherp daalde. Er waren veel corporaties die toen al redelijk forse portefeuilles hadden opgebouwd, derivatenportefeuilles, en die ook in financiële problemen raakten. Als je daarop terugkijkt, was dat toen al niet een wake-up call voor het Centraal Fonds? Van, we moeten hier veel nader naar kijken. Ja, wat ik daarvan heb begrepen, want ik werkte toen nog niet bij het Centraal Fonds, was dat er door het WSW in de tijd is aangegeven dat zij, naar aanleiding ook van die problemen in 2008 met margin calls bij woningcorporaties, dat zij de risico's van derivaten bij corporaties zouden gaan monitoren. En dat toen het CFV heeft gezegd, dan gaan wij dat niet overdoen, dat gaan wij niet dubbel doen. Wij blijven ons focussen op het toezicht op het vermogen van corporaties. En we vertrouwen erop dat het WSW dat toezicht op die derivaten doet. Dat heb ik inderdaad eerder gehoord. Maar als ik u dan vraag van eind 2008 bleek, en dat kwam tot uiting in de jaarrekening 2008 van Vestia, dat ze negatief al 762 miljoen euro negatieve waarde hadden van hun derivatenportefeuille. Waarom was dat nog niet een signaal, denkt u, dat het CFV zelf als financieel toezichthouder op aansloeg toen? Ja, zoals ik al zei, ik was er toen niet bij, maar wat ik heb begrepen is wat ik u net heb verteld, namelijk dat het WSW aangaf dat zij als gevolg van de problemen in 2008 scherp zou gaan letten op de risico's in derivaten en dat dat voor het Centraal Fonds reden is geweest om geen dubbel werk te doen en zich te blijven focussen op het toezicht op het vermogen van corporaties. De heer Van der Molen die is hier geweest en die verklaarde ook dat hij inderdaad zo'n afspraak met het WSW had, zijn minst mondeling. Maar hij zei ook dat het Centraal Fonds zelf eigenlijk ook wat scherper had mogen zijn. Was het nou niet helemaal helder dan als je blijkbaar de noodzaak voelt om dit soort mondelinge afspraken met collega's van het Warburg Fonds te maken? Was het niet helemaal helder dan bij wie de echte verantwoordelijkheid lag voor het toezicht op die derivaten? Nou, zoals ik net al zei, in het kader van de zekerheidsstructuur was er een soort materiële rolverdeling dat het WSW keek naar de liquiditeiten en de korte termijn risico's en daaronder dus ook derivaten en risico's uit derivaten. En dat het CFV keek naar de meer lange termijn risico's, namelijk de ontwikkeling van het vermogen. Dat is ook toen ik in 2011 bij het CFV kwam werken, was dat gewoon materieel de situatie en die was ook bij iedereen bekend. Ik denk zelf, en daar volg ik ook Jan van der Molen in, die dat ook heeft verklaard hier in zijn verhoor, dat als je terugkijkt naar de manier waarop het CFV zijn toezicht heeft uitgevoerd, dat ik denk dat je als een financieel publiekrechtelijke toezichthouder in de volle breedte moet kijken naar financiële risico's bij corporaties. En dat er naar aanleiding van de kredietcrisis en de problemen op de woningmarkt reden was voor het CFV om ook te kijken naar liquiditeitsproblemen en dus ook liquiditeitstoezicht te gaan uitoefenen. En dat het CFV in dat opzicht eerder daar alert en scherp op had moeten zijn. Maar als je afspraken maakt met het WSW van jullie doen het, komt er uiteindelijk toch, u zegt net al begin 2011, dat eigen onderzoek. Vloeide dat nog voort omdat die samenwerking niet in de praktijk niet ideaal bleek te zijn? Of was er een andere reden voor? Nou, wat ik heb begrepen is dat er in 2010 toch een bepaalde onrust ontstond over het derivatengebruik in de corporatiesector. Ik heb begrepen dat er ook wat signalen waren van banken, dat er wat onrust was. En dat het CFV toen heeft gezegd, ja, we hebben toch ook echt een eigen rol om te kijken naar liquiditeiten. En laten we dan ook beginnen met kijken naar de risico's die in de derivatenportefeuille zitten. En dat was de reden om dat themaonderzoek te starten, waar we dus begin 2011 ook mee zijn begonnen. Is het op een gegeven moment, naar uw gevoel, wel misgegaan in die afspraken tussen Centraal Fonds en Warburg Fonds om elkaar aan te vullen en van informatie te voorzien? Nou, ik denk dat materieel was dit de rolverdeling. Het CFV heeft in 2010 dus gezegd, we hebben ook een eigenstandige verantwoordelijkheid om te kijken naar liquiditeiten. En die is toen ingevuld met het starten van dat themaonderzoek. Als ik u nu vraag, in de huidige situatie, zijn de afspraken nu wel echt helder geregeld en voor iedereen klip en klaar wie wat doet? U bedoelt nu of toen? Nee, nu. Nou, ik denk dat als je... Even afgezien van de novellen en toekomst, maar... Ja,
Als je kijkt naar de manier waarop het toezicht zich ook mede op basis van het derivatendebakel van Veste heeft ontwikkeld, dan zie je dat het CFV vanaf 2012 eigenlijk een veel bredere opvatting is gaan hanteren over waar je als financieel toezichthouder op woningcorporaties voor verantwoordelijk bent. Ik vind namelijk ook dat een toezichthouder verantwoordelijk is voor de financiële continuïteit van corporaties in brede zin, het toezicht daarop. Dus dat omvat ook liquiditeiten, dat omvat ook het risicomanagement van corporaties en de verbreding van het financieel toezicht op woningcorporaties, wat we vanaf 2012 zijn gaan vormgeven. Dat maakt eigenlijk dat je als financieel toezichthouder gewoon over de volle breedte kijkt naar financiële risico's bij woningcorporaties. Maar betekent dat in de samenwerking met het Waarborgfonds dat u nu wel alle daarvoor benodigde informatie bijvoorbeeld krijgt? Nou, een belangrijk resultaat wat we daar hebben geboekt is dat we inmiddels een informatieprotocol hebben tussen het CFV en het WSW, waarin is geregeld dat we onderling informatie uitwisselen. Het is lange tijd niet mogelijk geweest voor het WSW om informatie over individuele corporaties met het CFV te delen. Dat was lastig, want daarmee werkt het early warning systeem in de corporatiesector niet goed. En de ambitie van mij en de nieuwe bestuurder van het WSW was heel nadrukkelijk, dat moet beter. We moeten dat soort informatie met elkaar kunnen delen. We moeten daar ook met elkaar over praten om de interventies ook beter op elkaar af te stemmen. En dat hebben we in 2013 ook gerealiseerd met een informatieprotocol op basis waarvan we nu veel meer informatie uitwisselen over individuele corporaties. Dat werkt goed. En dat werkt goed. Ik weet dat het voor je tijd was, maar ik neem je toch even mee terug naar de periode 2007-2008. Wat onze commissie ziet is dat de rentelasten per woning van Vestia die stijgen dan ten opzichte van landelijk gemiddelde op een verhuurd huis van een corporatie. Onze vraag is eigenlijk, waarom signaleerde het Centraal Fonds niet dat het rentepercentage van Vestia weliswaar laag was, maar de totale rentelasten eigenlijk hoog, omdat de omvang van de leningen per woning hoog waren? Daar kan ik geen specifiek antwoord op geven. Dat is voor mijn tijd. Wat ik wel weet, is dat in het toezicht op de vermogenspositie bij Vestia vanaf 2009 en in 2010 er een zorgpunt was over de rentabiliteitswaarde van de leningen van Vestia. Dat was ook een van de dingen die in de zomer van 2011 een alarmbel deed rinkelen binnen het CFV. We hadden toen de jaarrekening van Vestia binnen over het jaar 2010. En daar zat een enorm grote rentabiliteitswaardecorrectie werd daarin opgegeven door Vestia. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen als de waarde van de leningen die is over de looptijd uiteindelijk lager. En daarbij winnen we aan volkshuisvestelijk vermogen. En het bleek eigenlijk dat de groei van het volkshuisvestelijk vermogen van Vestia eigenlijk voor een belangrijk deel werd gerealiseerd door de treasury-activiteit. En dat ging over honderden miljoenen aan volkshuisvestelijk vermogen wat daarmee zou worden verdiend. En dat deed alarmbellen afgaan binnen het CFV en was ook de reden dat in de zomer van 2011 Vestia ook al op de zeef lag voor een nader onderzoek, want dat zag er raar uit. Ja, nou goed, het gaat natuurlijk ook om dat er een hele opbouw zit en wat er met Vestia allemaal is gebeurd. En wij zien dus in ons onderzoek dat al 2007-2008 per woning hun rentelasten eigenlijk heel hoog liggen. Je zou dan denken, een financieel toezichthouder die slaat daar ook dan al een keer op aan. Van jongens, wat zijn jullie aan het doen? Het CFV is al die jaren en in de loop van de jaren steeds meer aangeslagen op die rentabiliteitswaardecorrectie die we vreemd vonden. Dat was in een oplopende mate van verontrustheid over hoe dat zich ontwikkelde en waar dus ook de stijging van het volkshuisvestelijk vermogen nou eigenlijk vandaan kwam. We hebben in ons onderzoek iets heel bijzonders gezien, mevrouw Braal, namelijk dat er ministeriële circulaires zijn, die ook kracht van wet hebben. En die dingen die heten MG, dat staat voor mededeling gemeenten. En zo hebben we een MG 9431. En die is begin jaren 90 naar alle gemeenten van Nederland gestuurd door de minister, of de staatssecretaris, omdat de gemeenten toen financieel toezicht moesten doen op corporaties. Deze MG 9431, die gaat in op wat je niet mag doen als corporatie, namelijk speculeren met derivaten en dat soort zaken, ook posities innemen. Maar die MG, die verdwijnt op een gegeven moment eigenlijk in een soort mist, want in 1998 gaat het financieel toezicht van de gemeenten gaat naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, wordt dan officieel geregeld. En vervolgens is die mededeling gemeenten, die circulaire 9431, die is niet meer toegepast, blijkt gewoon keihard uit ons onderzoek. Hij is vergeten, zouden we moeten concluderen. Want niemand wist meer dat hij er was, omdat hij eigenlijk nog wel geldig was. Of toch wel niet, want hij stond niet op een lijst met circulaires.
Maar hij was er wel al die tijd. Wat zegt er nou eigenlijk over het financiële toezicht op die sector? Toen de problemen bij Vestia uitbraken, heeft het ministerie ons gevraagd: kunnen jullie het gedrag van Vestia nou eens leggen naast de geldende regelgeving? Toen hebben wij geïnventariseerd, wat is nu eigenlijk de geldende regelgeving? Het ministerie had het over die MG 1994. Die zijn wij gaan opzoeken en die konden wij nergens meer vinden. Dus er is hier geponeerd dat die MG 1994 op dat moment nog in werking zou zijn. Wij hebben dat niet meer kunnen vaststellen, want die MG stond niet meer op de lijst van figerende MG's. Die MG regelde overigens, heb ik gezien, dat er geen open einde constructies mochten. En de vraag was of dat nou betrekking had op derivaten. Dat was niet helemaal duidelijk uit die MG. Maar ik denk het belangrijkste is, wij hebben toen niet kunnen vaststellen dat die MG nog in werking was. Daarnaast was er een andere MG, een MG 2001. Daarin werd gesproken over near banking activities. Daarover heeft het CV in het verleden ook aan het ministerie gevraagd om dat nader in te vullen, omdat dat een heel vaag begrip was. Mm-hmm. Daar zijn toen voorstellen voor gekomen om dat begrip nader in te vullen, maar die hebben uiteindelijk het niet gehaald. Die hebben nooit status van wet gekregen. Ja, nou ja, dus dat in combinatie met wat ik net zei over die MG 94, van die zelf al zegt, wij konden hem niet eens meer vinden. Maar hij was er dus wel. Wat zegt dan over het financieel toezicht? Is dat dan scherp afgebakend qua regelgeving, wat je wel en niet mag als coöperatie? Ja. Nou, de eerste kun je de vraag stellen, was het financieel toezicht nu verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van die MG's? Want we hebben ook rechtmatigheidstoezicht, dat is belegd bij het ministerie. Die is namelijk ook een toezichthouder. En die houdt toezicht op de rechtmatigheid, namelijk op de naleving van wet en regelgeving. Dus het is voor mij nooit duidelijk geweest en mij ook nog nooit duidelijk geworden dat het CFV was aangewezen om toezicht te houden op die MG's. Wat ik wel zie is dat er rechtmatigheidstoezicht is belegd bij het ministerie wat gaat over de naleving van wet en regelgeving. Wat ik constateer, en dat is natuurlijk echt niet goed, is dat het onduidelijk blijkbaar is geweest welke regels er golden. Wat precies dan de normen waren waar corporaties zich aan moesten houden en wie daar toezicht op moest houden. En, ja. Nou ja, ik begrijp wat u zegt, maar aan de andere kant, kijk, die MG-mededeling gemeenten werd rondgestuurd naar alle gemeenten van jullie doen dat toezicht, dus hier heb je de regels waar je aan moet toetsen. En dat toezicht werd in 1998 officieel bij het Centraal Fonds belegd. Dan zou je zeggen, als dat gebeurt, ga je als toezichthouder Centraal Fonds kijken wat die gemeenten allemaal aan tools hadden. Maar dat is dus ergens toen ook in de mist verdwenen. Nou ja, in de tijd is natuurlijk het financieel toezicht opgedragen, heb ik begrepen, aan het Centraal Fonds. Mm-hmm. Maar alle andere vormen van toezicht, bijvoorbeeld het rechtmatigheidstoezicht, integriteit en governance, is bij het ministerie terechtgekomen. En we hebben natuurlijk sinds die tijd te maken met twee toezichthouders, namelijk het CFV financieel en het ministerie als het gaat om governance, rechtmatigheid, integriteit en het volkshuisvestelijk presteren. En de vraag is, wie had er nu aan de lat moeten staan om de naleving van die MG's te controleren? En ik stel vast dat dat niet duidelijk was geregeld. Ja, ik zou bijna zeggen duidelijk, maar het was niet duidelijk. Goed, mevrouw Braal, als ik u nu vraag, als je kijkt naar de hele keten van toezichthouders of materiële toezichthouders, dus ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Waarborg Fonds Sociale Woningbouw, als borgsteller. In de aanloop naar de problemen bij Vestia, wie heeft er nou precies gefaald in die keten, zodat het debakel kon ontstaan? Wat vond u het belangrijkste hiaat eigenlijk? Ik denk om te beginnen dat je moet vaststellen dat de woningcorporatie zelf verantwoordelijk is voor de problemen die zijn ontstaan. Dus de bestuurder en de raad van commissarissen. En verder ben ik het zeer eens met de conclusies van de commissie Hoekstra. Die zegt, vervolgens hebben alle partijen in de keten steken laten vallen en hadden scherper moeten zijn. Dat gold voor de accountant, voor het CV, het WSW en het ministerie. En daar ben ik het ook zeer mee eens. Goed, we gaan even naar collega Bashir. Mevrouw Braal, de gevolgen van het Vestia-debakel zijn groot. Met de afkoop van het derivatencontract is een bedrag van ongeveer 2 miljard euro gemoeid. De komende jaren betaalt Vestia daarnaast nog rente voor de leningen die een gevolg zijn van de doorzakoperatie, waarbij derivaten zijn omgezet naar een lening. De kosten hiervan worden door u geschat op een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro. Dat heeft u geschreven op 23 maart in een memo. Inmiddels weten we uit de jaarrekening van Vestia dat het om een bedrag van 632 miljoen euro gaat, plus nog eens
49 miljoen aan bijkomende kosten voor de afkoop. Dus dan hebben we het in totaal al over minimaal 2,7 miljard euro schade voor Vestia. Klopt dat? Als u mij toestaat, ga ik eventjes, want u bent heel precies in de cijfers, dat wil ik dan graag ook zijn. Ga ik er even wat bij pakken, zodat ik daar ook heel precies in kan zijn. Ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden. Aan de ene kant heb je het over het economisch verlies dat is geleden op het sluiten van de derivaten. En aan de andere kant heb je het over andersoortige kosten en schade die is ontstaan als gevolg van de situatie waar Vestia in terechtgekomen is. Als ik om te beginnen uw vraag beantwoord naar de economische schade van het sluiten van de derivaten, dan zie ik daar eigenlijk drie componenten. Vestia die heeft in het voorjaar van 2012 binnen het framework wat wij hadden afgesproken met Vestia voor het afbouwen van risico's een aantal derivaten geunwind, afgewikkeld en daarmee is een verlies gereduceerd van 52 miljoen euro. Vervolgens is er een hele partij payer swaps doorgezakt in leningen. Even een moment mevrouw Braal, de 52 miljoen euro, dat is de rente over de 1,05 miljard... Nee, wat ik u nu vertel, wat ik u nu wil vertellen is concreet het economisch verlies. Ja. Wat is geleden op het sluiten van derivaten bij Vestia. Okay. Dus dan begin ik met een eerste component, dat is 52 miljoen euro. Ja. En dat verlies is gerealiseerd doordat in het voorjaar van 2012... door Vestia in het kader van de uitvoering van het framework wat wij met Vestia hadden afgesloten, risicovolle derivaten zijn afgewikkeld. Dus van voorjaar 2012? Voorjaar 2012. Vervolgens is er ook in het voorjaar van 2012 een doorzak gerealiseerd. Daarbij is een hele grote hoeveelheid payer swaps doorgezakt in bestaande leningen. Die leningen zijn daartoe geherstructureerd. En daar is een marktwaardeverlies van 632 miljoen euro gerealiseerd. Ja. Dat bedrag verlies, net genoemd. Ja. Dat is vervolgens in die leningen doorgezakt. En dat krijgt vorm doordat op die leningen een hogere renteopslag wordt gerekend. Dus daarmee wordt dat verlies eigenlijk in de looptijd van de leningen gerealiseerd. 632 miljoen. Vervolgens is er in juni van 2012 een afspraak gekomen tussen Vestia en de banken. Waarbij het grootste gedeelte van het restant van de derivatenportefeuille is afgewikkeld. En dat heeft een verlies opgeleverd van ruim 1,9 miljard. Dan zit ik ongeveer op een economisch verlies vanwege het sluiten van de derivatenportefeuille van 2,6 miljard. Is er nog een laatste component. Er is één bank die niet heeft meegedaan aan de term sheet, aan de deal in juni 2012. Die bank die heeft eenzijdig de derivatenportefeuille gesloten. En over de vraag welke prijs Vestia daarvoor moet betalen, loopt op dit moment een rechtszaak in Londen. En de uitspraak van de rechter zal bepalen wat het bedrag is wat Vestia daarvoor moet betalen. En ik verwacht dat in zijn totaliteit daarmee het economisch verlies op het sluiten van de derivatenportefeuille uitkomt tussen de 2,6 en de 2,7 miljard euro. En zijn er nog andere kosten? Ja, zeker. Want Vestia die heeft natuurlijk om al deze problemen het hoofd te bieden extra leningen moeten afsluiten om de margin calls te kunnen betalen. Ja. Die extra leningen die leiden tot renteuitgaven in de aankomende 50 jaar. Vestia die heeft allerlei experts moeten inhuren om zich van advies te bedienen hoe dit probleem op te lossen. Daar worden kosten mee gemaakt. En nog even terug naar het eerste, namelijk leningen afsluiten om de margin calls te kunnen betalen. Kunt u ook daar een schatting voor ons geven? Van hoeveel dat, nee, de schatting van wat dat aan schade oplevert, dat kan ik op dit moment niet geven. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het feit dat Vestia leningen heeft moeten afsluiten om de margin calls te kunnen betalen en dus uiteindelijk ook het verlies op die derivatenportefeuille te kunnen financieren, ertoe leidt dat de balans van Vestia totaal in onbalans is geraakt. Namelijk veel extra leningen, zonder dat daar vastgoed tegenover staat waarmee je die leningen weer kunt terugverdienen. En dat maakt natuurlijk dat Vestia niet meer kredietwaardig werd geacht te zijn en in sanering is genomen. Ja. Dan hebben we het dus over de leningen, waarbij bijvoorbeeld onder andere de lening van september 2011 is, hè, van 1,05 miljard aan margin calls. Ja, Vestia die heeft voor 1,6 miljard aan tijdelijke liquiditeitssteun gekregen van het WSW. En hoe dat natuurlijk gaat is, het WSW geeft een borg. En met die borg kan Vestia bij banken een lening aantrekken. En die lening staat natuurlijk vervolgens gewoon op de balans. Ja,
En de rente daarop over 50 jaar, dat zou je dan ook nog eens bij de kosten kunnen optellen? Dat zijn kosten die erbij komen kijken, maar er zijn natuurlijk nog veel meer kosten. Hè, wat ik al zeg, het kosten van het herstructureren van de organisatie bij Vestia, de experts die ingehuurd worden, de advocaten die ingehuurd moeten worden vanwege allerlei juridische procedures. Dus er zitten een heleboel kosten die daar nog bij komen kijken. Ja, want dan... Die 1,9 miljard wat net genoemd werd voor het afkopen van een derivatenportefeuille, dat is het gevolg van het afkopen van de portefeuille. Dat is een van de mogelijke scenario's geweest. Er waren meer scenario's. Was nou dit het enige reële scenario wat op tafel lag? Vanaf het voorjaar van 2012 is er een hele intensieve samenwerking tussen het ministerie, WSW, de agent van Financiën, het CV, gewerkt aan het uitwerken van verschillende scenario's hoe dit probleem op te lossen. Die zijn hier ook al de revue gepasseerd. Faillissement, verlies nemen of het draagvermogen van Vestia aanspreken. Uiteindelijk zijn we natuurlijk in een scenario terechtgekomen waarbij het verlies is genomen... Maar ook in de sanering Vestia haar eigen draagvermogen moet aanspreken om te kijken of ze zoveel mogelijk van dat verlies weer kan goedmaken. Een ander scenario wat heel indringend is besproken is het faillissement scenario. En dat is eigenlijk tot heel ver in het proces nog een scenario geweest wat mogelijk was. Ook omdat de rente enorm op en neer ging. Ook nog in de periode dat we een standstill hadden met de banken en aan het onderhandelen waren. We hebben een moment gekend tijdens de onderhandelingen dat de marktwaarde van de portefeuille op meer dan 3 miljard negatief stond. Nou, dat kon Vestia absoluut niet betalen. Er waren ook geen kredietlijnen meer open naar banken. Het WSW kon niet meer borgen. Met andere woorden, er was gewoon geen geld meer. En Vestia die kon dus die margin calls echt niet meer betalen. En het is dankzij die standstill met de banken geweest dat er uiteindelijk geen surseance van betaling is aangevraagd. Dus u vindt dat het scenario wat uiteindelijk is geworden eigenlijk het enige reële scenario was? Nou, als je kijkt naar hoe de zekerheidsstructuur is bedoeld te werken, dan is de zekerheidsstructuur bedoeld te werken dat een corporatie die financieel in de problemen komt, wordt gesaneerd door het Centraal Fonds. En daar zijn ook alle inspanningen op gericht geweest. Er is gekeken naar de consequenties van een faillissement, ook omdat op enig moment de verliezen, de marktwaardeverliezen op de derivatenportefeuille zo groot werden dat het onduidelijk werd of bijvoorbeeld CFV dat wel met sanering kon oplossen. Dus we moesten ook rekening houden met de situatie dat dat mogelijk niet zou kunnen. En we moesten ons dus ook vergewissen van wat de mogelijke consequenties zouden zijn als er onverhoopt een surseance van betaling zou worden aangevraagd. Ja. En als ik mijn vraag dan anders stel, je ziet de beste oplossing voor Vestia, gezien de omstandigheden? Nou, dat is een belangrijke toevoeging gezien de omstandigheden, want het is natuurlijk een verschrikkelijk debakel geweest waar de corporatiesector ook nog door middel van de saneringsbijdrage jarenlang aan moet meebetalen. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ik zou niet willen spreken van een goede oplossing, maar gegeven de omstandigheden is het wel een beste oplossing geweest in die zin dat het absoluut nodig was om de derivatenportefeuille van Vestia te sluiten. Dat was een casino, een handgranaat met de pin daaruit. Die ook de hele zekerheidsstructuur bedreigde. En daar moest een einde aan komen. Ja, en wie heeft uiteindelijk bepaald dat dit scenario zou worden? Nou, dat is in overleg geweest met een aantal partijen die ik u net noemde. We zaten aan tafel met het ministerie van Binnenlandse Zaken, het WSW, het ministerie van Financiën en het Centraal Fonds. En we hebben met elkaar die scenario's op papier gezet, doorgedacht. En uiteindelijk hebben wij een advies gegeven aan de minister, dat was in april 2012. En daarin hebben wij de minister geadviseerd, er moet binnen een paar maanden tijd een afspraak komen met de banken over het sluiten van de derivatenportefeuille. Wij hadden daar toen aanvankelijk in ons advies de datum van 1 augustus 2012 genoemd. En de minister zei, ik neem jullie advies over, behalve dan dat ik wil dat er al eerder een afspraak met de banken komt, namelijk voor 1 juni. Ja, en uiteindelijk zijn de kosten geworden tussen 2,6 tot 2,7 miljard euro, als het om de afkoop van de derivaten gaat. Ja, dat is het economisch verlies juist op de derivaten. Ja, plus de rente over de 1,6 miljard aan leningen voor de margin calls. Ja, dat zijn de kosten, hè? De kosten van de leningen die Vestia heeft moeten aantrekken om die margin calls te kunnen betalen. Maar er zijn nog veel meer kosten, daar hebben we het net over net uitgelegd. Maar toch is in de beeldvorming alleen het bedrag van 2 miljard blijven hangen. Ja, hoe kan dat nou?
Dat is natuurlijk het bedrag wat is gekoppeld, afgerond aan de term sheet die in juni van 2012 is gesloten. Ja, maar al in maart 2013 wist u al dat er nog bijkomende kosten waren. U schreef een memo. En toch is in de buitenwereld alleen het bedrag van 2 miljard blijven hangen. Niet de veel hogere kosten wat u net noemde. Nou, de kosten van de doorzak bijvoorbeeld, hè, waar we net over hebben gehad. Het doorzakken van die payerswaps in die leningen, waarmee een verlies van 632 miljoen is gerealiseerd. Dat is gewoon een gerealiseerd verlies wat toen is genomen. En dat is ook in de jaarrekening is dat ook uitgelegd. Maar die 2 miljard die is verbonden aan de deal van de term sheet in juni 2012. Dan wil ik nog een aantal vragen aan u stellen over de herstel- en verbeterplannen, want Vestia is zowel tijdens tijdens de periode van aanpak van een derivatenportefeuille als daarna met een aantal voorstellen gekomen. En die zijn altijd door centrale fondsen afgekeurd. Kunt u aan ons uitleggen van hoe dat nou komt? Wat zijn nou de knelpunten? Ja. Vestia die is door het Centraal Fonds eind november 2011 onder verscherpt toezicht gesteld, met de opdracht om een herstelplan te maken, waarin een oplossing moest zitten voor de risico's in de derivatenportefeuille. En de verbeterplannen die wij in de tijd kregen van meneer Staal, die voldeden absoluut niet aan die opdracht. Om een voorbeeld te noemen, we kregen verbeterplannen waarbij wel voorstellen werden gedaan om het volume aan derivaten te laten afnemen, maar dat leidde niet ook tot het afnemen van risico's in de derivatenportefeuille. Dus de verbeterplannen die wij in de tijd van bestuurder Staal kregen, die voldeden gewoon niet aan de opdracht. En die konden wij daarom ook niet goedkeuren. We hebben toen in eind januari 2012 een advies gestuurd aan de minister om te zeggen, de plannen die meneer Staal heeft ingediend, die kunnen wij niet goedkeuren. En waarom voldeden ze niet aan de opdracht? Omdat ze niet voldeden aan de eisen die WSW, CFV en het ministerie hadden gesteld over het terugbrengen van de risico's in de derivatenportefeuille. Maar nu nog steeds is er volgens mij geen verbeterplan goedgekeurd. Dit is wat er is gebeurd onder meneer Staal. Vervolgens zijn er 2 nieuwe interimbestuurders gekomen bij Vestia in februari 2012. Die zijn ook aan de slag gegaan met verbeterplannen. Die hebben in maart een verbeterplan ingediend. Dat verbeterplan was in die zin goed dat er maatregelen in werden opgenomen waarmee Vestia alles eraan ging doen om zoveel mogelijk verlies te beperken. Ze gingen reorganiseren, bedrijfslasten verminderen, binnen de wettelijke grenzen de huren verhogen, investeringen stopzetten, grootschalig woningen verkopen. Dus dat waren maatregelen die nodig waren en absoluut ook gingen bijdragen aan het herstel. Dat is ook de reden dat we hebben gezegd, die maatregelen, die keuren we goed en die moet het interim bestuur ook met de grootst mogelijke voortvarendheid gaan uitvoeren. Maar tegelijkertijd lag er nog steeds geen oplossing voor de derivatenportefeuille. En daarom hebben we gezegd, en dat was ook waar ik net naar verwees in ons advies aan de minister van april van 2012, Vestia die moet binnen een paar maanden afspraken maken met de banken om het probleem van de derivatenportefeuille op te lossen, want die derivatenportefeuille die moet dicht. En met die opdracht is het bestuur van Vestia vervolgens aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot de term sheet en vervolgens ook tot de sanering van Vestia. Vervolgens was het probleem van de derivaten dicht, maar werd natuurlijk ook duidelijk welk verlies er was genomen op de derivaten en kom je met elkaar te spreken over de vraag welke maatregelen zijn nou nodig zodanig dat Vestia binnen een periode van 10 jaar weer een solvabele woningcorporatie is die levensvatbaar is op eigen kracht en weer kredietwaardig is voor het WSW. Nou, daar zijn verschillende gesprekken over geweest, plannen over uitgewisseld en uiteindelijk zitten we nu in een fase dat met de nieuwe bestuurders van Vestia we een verbeterplan op tafel hebben waarbij we eigenlijk een integraal beeld hebben van hoe Vestia in 2021 weer zelfstandig kredietwaardig is. En we hopen dat we dat verbeterplan nu op korte termijn ook integraal kunnen gaan goedkeuren. Ja. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van het debacle bij Vestia voor de huurders van Vestia? En wellicht kunt u het wat bondiger formuleren, ook in verband met de tijd. Wat ik u net vertelde, herstelmaatregelen die leiden tot het uitstellen van investeringen of het stopzetten van investeringen, binnen de wettelijke marges hogere huren, het reorganiseren van Vestia, waardoor er ook lokale vestigingen dichtgegaan zijn, et cetera. Dat zijn natuurlijk dingen waar huurders direct de gevolgen van ondervinden. Ja,
En Vestia heeft ook aangegeven 30.000 woningen te gaan verkopen. Dat zijn er 15.000 meer dan aanvankelijk de eerste plannen vanuit gingen. Wat zijn nou de volkshuisvestelijke gevolgen van de problemen bij Vestia? Wij zijn een financieel toezichthouder, dus wij kijken als saneerder vooral naar de vraag hoe krijgen we deze corporatie weer solvabel. Wat wij natuurlijk ook zien, en dat merken we ook uit signalen die we krijgen, bijvoorbeeld uit de gemeente Den Haag en Rotterdam, is dat het daar natuurlijk heel hard is aangekomen dat Vestia niet meer kan investeren. Juist omdat er in die wijken of in die steden ook hele kwetsbare wijken zijn, waar Vestia in het verleden werd geacht veel actie te ondernemen en veel investeringen te doen. En voor het overgrote gedeelte kan dat gewoon niet meer. Want de investeringen die Vestia nog kan doen, ja, die zijn met name gericht op het instand houden van de kwaliteit van de bestaande voorraad, zodat de verdiencapaciteit van dat bezit niet achteruit loopt. Ja, en van het bedrag wat Vestia moet betalen aan de banken voor het afkopen van derivaten, wordt ook een gedeelte opgehaald bij andere woningcorporaties. Dat gaat om 700 miljoen euro. Kunt u aangeven hoe die verdeling nou tot stand is gekomen tussen Vestia en andere woningcorporaties? Het bedrag wat in de term sheet is voor iets meer dan 1,9 miljard zijn de derivaten afgekocht. Een gedeelte daarvan, namelijk ik geloof ruim 1,2 miljard, is door Vestia gefinancierd vanuit de margin calls die op dat moment reeds betaald waren aan de banken. En het resterende deel, wat Vestia niet kon financieren, omdat ze gewoon simpelweg het geld niet had, dat is meegenomen in de sanering. En dat is die 675 miljoen, ja, die het CIV in sanering heeft genomen. En hoe komt u daarop? Waarom dat bedrag en niet meer of minder? Dat is puur het verschil tussen het afkoopbedrag van de term sheet, het collateral, dus de margin calls die Vestia op het sluiten van de term sheet al reeds had betaald aan de banken. En het verschil tussen die twee, dat is het bedrag waarvoor Vestia saneringsbijdrage heeft gevraagd en heeft gekregen. Oké, en dat is gewoon natte vingerwerk? Nee, dat is absoluut geen natte vingerwerk. Je hebt een bedrag waarvoor de term sheet is gesloten. Dat is de deal tussen Vestia en de banken. Dat is een heel hard bedrag van ruim 1,9 miljard. Er was ook een heel hard bedrag, het bedrag namelijk wat op dat moment bij het sluiten van de term sheet aan margin calls was betaald door Vestia aan de banken. Dat lag gewoon vast. En het verschil tussen die twee ja, harde bedragen is ook een hard bedrag. Namelijk het bedrag waarvoor Vestia sanering heeft aangevraagd. Dus stel, Vestia had een paar honderd miljoen minder betaald aan de banken. Eerder gestopt met bijvoorbeeld het betalen van de margin calls, dan was de saneringssteun hoger geweest. Dat bedoel ik met natte vingerwerk. Want u zegt dat is het verschil tussen wat ze al betaald hadden aan de banken en het bedrag van het term sheet. Maar als Vestia dus wat minder had betaald, dan hadden ze meer saneringssteun kunnen krijgen. Uiteindelijk, dat is een hypothetische vraag. Want wat Vestia heeft betaald, wat de einduitkomst was van de onderhandeling met de banken, dat was ruim 1,9 miljard. Maar laat duidelijk zijn, er is 4 weken lang keihard onderhandeld met die banken. En dit was de uitkomst. En de uitkomst stond natuurlijk niet bij voorbaat vast. Ja, maar het was de uitkomst tussen banken en Vestia, niet tussen... Dat klopt. CFV en voor dat en verschil heeft Vestia saneringssteun aangevraagd. Ja, dat klopt. Ja. Maar stel, het bedrag voor het afkopen van een derivatenportefeuille was hoger geweest, hadden ze dus ook hogere saneringssteun kunnen vragen? Nou, dat zou in theorie zo zijn, behalve dat het CFV natuurlijk wel gelimiteerd was in het bedrag wat zij maximaal aan saneringssteun zou kunnen geven. Het CFV die heeft niet oneindig de mogelijkheid om te heffen bij corporaties om dat saneringsfonds te vullen. Wij hadden op dat moment de mogelijkheid om maximaal 1% van de jaarhuursom van de huren in de woningcorporatiesector als saneringsbijdrage op te eisen. Dat was 120 miljoen per jaar. Dus het was ook wel heel duidelijk dat wij Vestia alleen maar konden saneren op het moment dat het bedrag waarvoor Vestia sanering zou aanvragen ook wel zou passen bij wat wij maximaal over een aantal jaren tijd zouden kunnen heffen aan saneringsbijdragen in de sector. Dus dat had absoluut niet een oneindig bedrag kunnen zijn, want die mogelijkheden hadden wij niet. Wij waren daarin ook beperkt. Dat bedrag van 700 miljoen euro afgerond, dat wordt nu bij andere woningcorporaties opgehaald. Kunt u aangeven wat daar nou de gevolgen zijn? Ja, als u dat echt wil weten, moet u dat vooral aan die corporaties vragen. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het opleggen van een saneringsheffing aan corporaties
zeker ook in combinatie met de verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen, een enorme aanslag is op de kasstromen bij corporaties. En in het individueel toezicht wat wij houden op woningcorporaties, kijken wij daarom ook heel indringend naar de vraag of woningcorporaties die aanslagen op hun kasstromen ook kunnen hebben. En als dat krap wordt, of zij voldoende bijsturen om zelf financieel gezond te blijven. En wat wij zien is dat corporaties volop bijsturen om die heffingen te kunnen betalen. En ja, waar zit dat in? Het verkopen van woningen, het verhogen van huren binnen de wettelijke grenzen, het besparen op bedrijfslasten. Dus alle knoppen waar je aan kunt draaien om te besparen op je eigen kosten als corporatie, zodat je ook die heffingen kan opbrengen. En heeft u eigenlijk ook schattingen, of bestaan die eigenlijk, van de hoeveelheid huurverhoging voor andere woningcorporaties? Want om die 700 miljoen te betalen kun je op verschillende manieren opvangen. Reserves, kostenreductie, maar ook huurverhoging. Heeft u daar een schattingen van? Nee, ik kan u niet vertellen wat de concrete link is tussen de saneringsheffing van het CFV en de huurverhogingen die corporaties doorvoeren. Al was het alleen maar omdat corporaties natuurlijk niet alleen bijsturen vanwege de saneringsheffing, maar ook heel erg bijsturen vanwege de verhuurdersheffing, die nog vele malen groter is dan die saneringsheffing. Maar er is wel een link tussen de saneringssteun die gevraagd is bij andere woningcorporaties en de huurverhogingen? Nee, dat is juist wat ik zeg. Die directe link is er niet. Maar je ziet wel dat corporaties in reactie op de aanslagen die ze krijgen op hun kasstromen, en dan heb ik het over de verhuurdersheffing, de saneringsheffing, maar ook gewoon vanwege verslechterde marktomstandigheden als het gaat om verkoop van woningen, dat corporaties moeten bijsturen. En dat zit hem voor een deel in huren, maar dat zit ook in temporiseren van investeringen en dergelijke. Dus die gedragsverandering bij corporaties, die zijn wij wel heel nadrukkelijk. En op het moment dat een corporatie ook financieel in de problemen dreigt te raken, dan vragen wij ook om die gedragsverandering en om die bijsturing. Want corporaties moeten namelijk financieel gezond blijven. Ja. Denkt u eigenlijk dat er nog een tweede saneringsronde moet komen voor Vestia? U hebt nog steeds een herstelplan goedgekeurd. Ze staan voor grote uitdagingen, zegt u. Ja. Kunt u daarop ingaan van? Nou, dat weet ik op dit moment niet. En dat zal ook heel erg afhangen van de mogelijkheden die Vestia zelf heeft om met de maatregelen zoals de verkoop de verliezen te compenseren. Er is wel een grote kans dat het gebeurt. Dat kan ik op dit moment niet zeggen, want het zal ontzettend afhangen van de mate waarin Vestia erin slaagt, bijvoorbeeld door middel van het verkopen van woningen en de prijzen die ze daarmee weten te realiseren, om de eigen gemaakte verliezen weer goed te maken. Ja. Dus dat zal ook de periode van de aankomende jaren moeten uitwijzen waar Vestia toe in staat is. En dat is voor een deel ook ontzettend afhankelijk van de marktomstandigheden. Maar ik heb wel altijd gezegd, het valt niet uit te sluiten. Nee. Het Centrale Fonds voert er nu ook een stresstest uit bij woningcorporaties als het gaat om de derivatenportefeuille. Hoeveel corporaties zijn nu nog in problemen als het om de derivatenportefeuille gaat? Bij de laatste stresstest met pijldatum 31 december 2013 voldeden alle woningcorporaties aan de eis dat ze voldoende liquiditeitsbuffer hadden om een rentedaling van 2% op te vangen. Daar is wel 2 jaar toezicht aan vooraf gegaan om daar te komen. Want toen wij de eerste stresstest uitvoerden in het voorjaar van 2012, met pijldatum 31 december 2011, toen waren er 8 corporaties die niet aan de norm voldeden. En toen hadden we een lagere norm, namelijk een rentedaling van 1%. En inmiddels werken we op basis van de beleidsregels van de minister met een rentedaling van 2%. En daarmee zegt u dus dat er geen woningcorporaties meer zijn die een probleem hebben met hun derivatenportefeuille? Nou, dat is te algemeen gesteld. In de eerste plaats, als het gaat om de stresstesten, dat zijn altijd momentopnames. Want ik vertelde u net, pijldatum 31 december 2013 voldeden ze allemaal. Maar inmiddels is de rente weer behoorlijk gedaald. Zie je dat corporaties op ieder moment aan die eis moeten voldoen. En hebben zich inmiddels weer een aantal corporaties bij ons gemeld dat zij door die rentedaling onvoldoende buffer hebben. Dus dat is ook iets wat vraagt om continu toezicht. Afhankelijk van de stand van de rente, waarbij corporaties zich ook bij ons moeten melden als ze niet voldoen. En wij vervolgens ook in ons toezicht daar weer op acteren. Waarom heeft u eigenlijk de norm verlaagd? Wij hebben niet de norm verlaagd, de norm is verhoogd. Wij gebruikten toen wij de eerste keer de stresstest deden, toen waren er helemaal nog geen regels op dat vlak. Dat hebben wij toen, die stresstest hebben wij toen zelf vormgegeven. Toen hanteerden we een stresstest bij een rentedaling van 1%.
Vervolgens zijn er in oktober 2012 beleidsregels van het ministerie gekomen met betrekking tot derivaten. En die verplichten de corporaties om voldoende liquiditeiten aan te houden om een rentedaling van 2% te kunnen opvangen. Dus met andere woorden, in die beleidsregels is de norm aangescherpt. Dus het is niet verlaagd, maar verhoogd. Dus ja, niet de norm versoepeld, is aangescherpt. Maar verstrengd. Ja, juist, ja, 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 nee, duidelijk. Uit ons onderzoek blijkt dat ook 74 corporaties zijn die nog ISDAS hebben waarin toezichtsbelemmerende bepalingen in staan. Klopt dat nog, 74? Ik weet niet of het aantal van 74 precies klopt. Ik dacht dat het er iets meer waren, zo'n 80 of 90. Maar om en de nabij, ja, dat klopt. De beleidsregels derivaten die verbieden om voor nieuwe derivatencontracten dat soort toezichtsbelemmerende bepalingen in de contracten op te nemen. Maar voor bestaande contracten waar die toezichtsbelemmerende bepalingen in zitten, is eigenlijk een inspanningsverplichting opgenomen waarbij corporaties er alles aan moeten doen om te proberen om van die toezichtsbelemmerende bepalingen af te komen. En daar houden wij toezicht op. Ja, ja. Maar zoveel corporaties die nog ISDAS hebben waarin belemmeringen staan voor het toezicht, dat is best veel, denk ik, maar ook schokkend, denk ik. Nou, dat is een resultaat vanuit het verleden. Ja, hè? Ja. Dus voor de toekomst mag dat niet meer. Maar je hebt hier te maken met contracten die in het verleden gesloten zijn, waarin die verschrikkelijke bepalingen zijn opgenomen. En daarvan zeggen de beleidsregels, corporaties moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die bepalingen daar uitgehaald worden. Ja. En daarvoor moeten ze overleggen met de banken. En onze ervaring in het toezicht is dat dat nog niet zo makkelijk is. Ja, en u zit er bovenop om dat voor elkaar te krijgen? Ja, wij hebben om te beginnen bij alle corporaties met derivaten informatie gevraagd om te inventariseren bij welke corporaties en in welke contracten en bij welke banken die toezichtsbelemmerende bepalingen zitten. En vervolgens hebben wij corporaties verzocht om een plan van aanpak bij ons in te dienen. Hoe zij die toezichtsbelemmerende bepalingen gaan proberen te verwijderen. Want nogmaals, die contracten zijn niet onrechtmatig volgens de beleidsregels van de minister. Maar er ligt wel een inspanningsverplichting bij corporaties om die bepalingen eruit te halen. Maar wat ik al net zei, ze moeten daar plannen van aanpak voor maken. Daar zitten wij bovenop. Maar het is nog niet zo makkelijk, want je hebt daarvoor de medewerking van de banken, ja, nodig. En die zijn niet erg genegen, is onze ervaring tot op heden, om die bepalingen zomaar te schrappen. Ja. Want toen de minister een aanwijzing wilde geven aan Vestia, kon dat niet, omdat er zulke bepalingen in derivatencontracten stonden. Kan nu hetzelfde weer overkomen bij een andere woningcorporatie? Dat bleek toen, hè, u verwijst naar de Vestia-casus december 2011, waarin bleek dat die toezichtsbelemmerende bepalingen zaten in die derivatencontracten. In de huidige situatie zijn er dus nog steeds corporaties met contracten uit het verleden met die toezichtsbelemmerende bepalingen. Zij moeten proberen om die eruit te krijgen, daar houden wij ook toezicht op. Maar dat is een inspanningsverplichting, want die contracten zijn niet onrechtmatig. En wat ik u net vertelde, banken blijken niet erg genegen te zijn om die bepalingen zomaar te schrappen. Dus dat is geen sinecure. Dus als uw vraag is, als de minister of het CFV nu gebruik zou willen maken van een sanctiebevoegdheid uit het BBSH of de woningwet, bestaat er dan nog steeds de kans dat die toezichtbelemmerende bepaling wordt ingeroepen door de bank? Dan is het antwoord daarop ja. Dat is ook een van de redenen dat wij het ministerie hebben geadviseerd om ruimte te creëren bij het WSW om die derivaten met die toezichtsbelemmerende bepalingen te laten doorzakken in leningen, zodat die derivaten kunnen worden afgewikkeld en als een corporatie zich dat financieel kan permitteren, dan een lening met een hogere rente te betalen. Maar dan ben je in ieder geval af van die toezichtsbelemmerende bepalingen. Maar daar is tot op heden bij het WSW geen ruimte voor gevonden. En dat betekent dus dat dit risico er in potentie nog steeds is. Dank u, meneer Bashir. Mevrouw Braal, nog twee vragen op dit punt. U zei net, saneringsheffing, verhuurderheffing, et cetera, et cetera, et cetera, heeft invloed op wat andere corporaties doen, want hun kastroom wordt daardoor beïnvloed. Maar even afgezien van verhuurderheffing en wat er allemaal verder gebeurt, ik wil even terug naar de saneringsheffing, als die zich voordoet, zoals dat megabedrag bij Vestia, 700 miljoen. Dat wordt vertaald in een saneringsheffing die andere corporaties moeten betalen. Als die corporaties naar middelen moeten gaan zoeken om dat geld echt aan het CFV af te dragen, want wie komt dat ophalen, dan zullen ze dus die wegen zoeken. En als de huur die ze maximaal kunnen vragen aan huurders van hun sociale huurwoningen nog niet bereikt is, dan ligt het toch ook voor de hand dat dat een van de gevolgen is dat men daar die klap probeert op te vangen. En dat de huren dus extra worden aangepast. Ja, zoals ik u al zei, wij zien ook in ons individuele toezicht dat corporaties
aan allerlei knoppen draaien om zeg maar die aanslag op de kaststromen te kunnen opvangen. Mm-hmm. Het verhogen van huren is er daar één van, maar er zijn er nog meer. Woningen verkopen, het uitstellen of afstellen van investeringen, maar ook besparingen op de bedrijfslasten. Nee, precies. En okay. Daar is ook nog een hele wereld te winnen bij woningcorporaties. Akkoord, maar extra huurverhogingen die kunnen zeker aan de orde zijn om zo'n klap op te vangen? Dat kan zeker aan de orde zijn, alleen u vroeg mij net naar een direct verband tussen die twee. En dat kun je niet, leggen. Nee, goed, maar je kunt ook de vraag anders formuleren en dan vragen van een saneringsheffing, kan die impact hebben op een extra huurverhoging? De saneringsheffing en andere heffingen die hebben impact op de kaststromen en daarom moeten corporaties bijsturen, ook door middel van huurverhogingen. Ja. Even nog één vraag over Vestia en de afwikkeling tot die termsheet van bijna 2 miljard euro. Heb ik u goed begrepen dat als gebleken was dat Vestia zelf meer leningcapaciteit over zou hebben gehad, dat Vestia dus ook zelf meer had moeten bijdragen van die 2 miljard euro? Nou, maar Vestia had niet meer leningcapaciteit. Ja, maar dat is niet de vraag, want ik wil het even hebben over als je zo'n verhaal afwikkelt. En we kennen die viertrap zekerheidsschil dat je altijd eerst bij corporaties ophaalt wat dan schade is geleden. Mm-hmm. Stel Vestia had mogelijkheid gehad, dan was de saneringsheffing toch minder geweest dan 700 miljoen. Als Vestia nog financierbaar was geweest, wat zij niet was, dan had zij extra leningen kunnen aantrekken waarmee ze zelf ook een deel van het verlies had kunnen afdekken. Ja, maar de feitelijke situatie was dat dat absoluut niet het geval was. Nee, dat is duidelijk. Hè, want ze was niet meer borgbaar door het WSW. Er stonden geen lijnen met banken meer open om leningen aan te trekken. Hè. Dus de grens bij Vestia was bereikt. Nee, dat is helder. Ik geef het woord aan collega Oskam. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Braal, naast het financieel toezicht heeft het Centraal Fonds een andere belangrijke taak, namelijk het verlenen van saneringssteun. En we willen dat met u bespreken aan de hand van de casus van WSG uit Geert Truidenberg. Want vorig jaar, rond deze tijd, toen heeft Geert Truidenberg saneringssteun gekregen van het Centraal Fonds, 117 miljoen. En laten we er geen doekjes om winden, dat is eigenlijk een heel absurd hoog bedrag, gelet op zo'n kleine corporatie. En dat had te maken met grondaankopen, speculatieve grondaankopen, waardoor die corporatie in financieel zwaar weer is gekomen. Als we dat dan vergelijken met een andere corporatie die net genoemd is, Vestia, die heeft ook saneringssteun gekregen. En je rekent dat dan om per woning, dan krijgt eigenlijk WSG vier keer zoveel als Vestia. Dat maakt eigenlijk de conclusie dat het absurd is, misschien wel een eerlijke conclusie. Dat proces is deels gaan lopen voordat u directeur werd van het Centraal Fonds. Maar uiteindelijk duurt het ongeveer anderhalf jaar voordat het CFV met het Centraal Fonds met een besluit komt. En kunt u ons eens meenemen in dat proces? Wat zijn nou de lastige afwegingen voor het Centraal Fonds om tot toekenning te komen? En waarom duurt het eigenlijk zo lang? Ja. De sanering van WSG heeft verschillende fases gekend. In het najaar van 2011 trok het WSW de kredietwaardigheid van WSG in. Toen kwam WSG bij het CFV voor sanering. Ja. En toen heeft het CFV direct een anticipatiebesluit moeten nemen, omdat er een concreet financieringsprobleem was bij WSG. Ja. En in zo'n anticipatiebesluit geeft het CFV eigenlijk een contragarantie aan het WSW, waardoor de corporatie voor het bedrag van het anticipatiebesluit weer borgbaar is en het financieringsprobleem kan worden opgelost. Dat was acuut. Dus het CFV heeft echt op de dag dat het WSW de kredietwaardigheid introk zo'n anticipatiebesluit genomen van 25 miljoen euro, waardoor het financieringsprobleem op korte termijn even was opgelost. En WSG de tijd kreeg om een saneringsplan te maken waarop echt een saneringsbesluit kon worden genomen. In de tijd was het beeld bij het CFV dat dit echt alleen een financieringsprobleem was en dat er voldoende waarde in het vastgoed van WSG zou zitten om als WSG dat vastgoed zou verkopen of de grondposities zou verkopen, om dan uiteindelijk op eigen kracht weer kredietwaardig te worden. En dat is denk ik ook wat hier al een paar keer besproken is, de zogeheten nulsanering. Ja. Er is nooit sprake geweest van een nulsanering, maar in de brief aan de Kamer zegt de toenmalige minister ook, de verwachting is dat er uiteindelijk geen sanering bij hoeft. En die verwachting was gestoeld op het beeld bij het CFV. Er zit voldoende waarde in die grondposities en het vastgoed, zodat we waarschijnlijk alleen maar die financieringssteun hoeven geven, maar geen vermogenssteun. Nou, vervolgens is in 2012 WSG aan de slag gegaan met het voorbereiden van een saneringsplan. En toen bleken er twee dingen. 1.
We werden iedere keer weer voor verrassingen gesteld, omdat er iedere keer uit de administratie van WSG weer nieuwe risicovolle projecten en grondposities kwamen die tot dat moment niet waren gemeld bij het CFV. En iedere keer waren dus de problemen weer groter dan gedacht. En het tweede punt is, iedere keer waren er ook weer nieuwe afschrijvingen op de waarde van het vastgoed. Dus toen wij in het najaar van 2012 voor de vraag stonden naar een saneringsbesluit, zag de wereld er wel even heel anders uit. Er was namelijk niet meer alleen een financieringsprobleem, maar inmiddels was er ook echt een vermogensprobleem van tussen de 60 en de 70 miljoen euro. Er is toen een saneringsbesluit genomen in het najaar van 2012 voor een bedrag van 21 miljoen euro. Dat was het gat waarvan CFV dacht, dat is het gat wat wij moeten dichten en wij gaan nu WSG de opdracht geven om binnen een jaar tijd al haar activa en passiva van de hand te doen, waarna wij WSG gaan liquideren. En er was toen wellicht een te optimistische gedachte over de mogelijkheid om dat te kunnen doen en daarbij ook voldoende waarde te realiseren om WSG zonder nadere saneringssteun te liquideren. Vervolgens is ook met externe experts dat liquidatiescenario afgewerkt. En toen bleek dat er opnieuw weer afwaarderingen kwamen op het vastgoed. Dus verkoop zou weer minder opleveren. Maar er bleek ook dat de leningenportefeuille onder water stond. Een negatieve marktwaarde op de leningen, die als je die leningen in één keer zou afwikkelen, tot een groot verlies zou leiden. En daarmee tot een saneringsbijdrage van honderden miljoenen. Nou, toen hebben we gezegd, dat is niet de bedoeling, want wij zijn de saneerder, maar wij hebben hier ook de opdracht om ervoor te zorgen dat de sector zo min mogelijk bijdraagt. En dit is een scenario wat daar niet toe leidt, want dit leidt namelijk tot een extreem grote bijdrage. Dus wij hebben aan het einde van het voorjaar van 2012 gezegd, met dit scenario gaan we stoppen. We gaan weer een ander scenario uitwerken waarin die saneringsbijdrage lager kan zijn. En dat is uiteindelijk geworden, een saneringsplan waarbij WSG over 10 jaar tijd wordt gesaneerd naar de WSW-kredietwaardigheidsnorm. De eerste 5 jaar een sanering van 117 miljoen, want dat is nodig om het vermogen te herstellen tot het niveau dat wij denken dat WSG na 5 jaar een interessante partner zou kunnen zijn voor een fusie of overname met een andere woningcorporatie. Als die andere woningcorporatie niet komt, dan saneren wij in de tweede 5 jaar door naar de WSW-kredietwaardigheidsnorm, zodat de corporatie weer kan worden opgenomen als deelnemer van het WSW. En dat is het verhaal van de sanering van WSG. Ja, en als we uitgaan van de slechte prognose, wat komt er dan nog boven die 117 miljoen? Nou, WSG die heeft nu die 117 miljoen gekregen. Daarvan hebben we gezegd, dat is een vast bedrag voor de aankomende 5 jaar. Dat gaat niet meer worden. Daarmee proberen we natuurlijk ook druk te zetten op deze corporatie, ja, om in eigen vlees te snijden. Verkopen, huren, bedrijfslasten verminderen. Na die 5 jaar moeten we kijken waar ze staan, wat al die maatregelen hebben opgeleverd. En als zich dan geen corporatie meldt, of corporaties gezamenlijk, die dan bereid zijn om WSG over te nemen, dan zullen wij in een tweede fase van sanering moeten doorsaneren naar de WSW-norm. En dan zal er, is mijn inschatting, mogelijk nog wel extra sanering bij moeten, want de norm van het WSW ligt hoger, ja, dan de norm waar wij naartoe saneren om een corporatie aantrekkelijk te maken voor een fusie. Ja. En als je dan vergelijkt met de casus Vestia, zit het verschil dan in het beginscenario bij WSG dat met die 25 miljoen WSG aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen? Terwijl bij Vestia besloten is om het helemaal af te kopen voor die 2 miljard, omdat die liquiditeitspositie zo slecht was? Ja, het onderliggende probleem is hier natuurlijk totaal anders. Als je kijkt naar Vestia waar u op wijst, dan is hier gewoon een verlies in de derivaten wat moet worden genomen. En tegenover dat verlies staat helemaal geen vastgoed waarmee je nog iets kan, ja, verdienen. Bij WSG was dat anders, want daar zaten in eerste instantie was er een financieringsprobleem. Later bleek ook een vermogensprobleem. Maar daar staat natuurlijk wel een hele hoop vastgoed op de balans, waarvan je hoopt dat als je dat goed in de markt kan zetten, dat je daar nog dingen kan goedmaken. Ja. En nog even over de hoogte van het bedrag, die 117 miljoen. Er is hier wel gezegd, ik dacht door Van der Molen, dat hij zei van, nou ja, we hebben in eerste instantie op nul gezet. Ook om te laten blijken aan WSG dat dit niet kan. Dat je niet zomaar grond kan kopen, speculatief. En dat dan de rest van de sector ervoor op moet draaien. Waarom dan toch nu 117 miljoen? Ja. Nou, waarom die 117 miljoen? Dat is een economisch verhaal, dat heb ik u net toegelicht. Ja. Als u het heeft over de uitspraak van meneer Van der Molen dat er een signaal aan WSG gegeven moest worden.
Wat natuurlijk meespeelt in een sanering, en dat heeft ook gewoon te maken met de moral hazards in de zekerheidsstructuur, is dat het soms wel heel makkelijk is voor corporaties die in de problemen verkeren om zich te melden bij het CV voor sanering. En dat dan alles wordt opgelost. Dus wij moeten heel hard drukken op corporaties om als zij in de problemen zitten, om ook in eigen vlees te snijden. En dat is wat je zag gebeuren in het najaar van 2011. Toen hebben we die 25 miljoen aan financieringssteun gegeven met de opdracht aan WSG. En nu ga jij er alles aan doen om door maatregelen waarmee je in eigen vlees snijdt dit probleem zelf op te lossen. Ja, dus er zit een onderscheid tussen datgene wat je concreet aan saneringssteun uiteindelijk moet bijdragen. Ja. Maar ook het signaal wat je tegelijkertijd aan een corporatie wil geven. Namelijk, je gaat niet achteroverleunen. Nee. Maar je moet ook zelf actief er alles aan doen. Precies, om de schade te beperken. Ja. De heer Van der Molen heeft hier ook uitgelegd hoe dat nou zit, hè, met die saneringssteun. En grosso modo heeft hij gezegd, je hebt liquiditeitssteun, dat valt onder het Waarborgfonds. Je hebt solvabiliteitssteun, dat valt onder het Centraal Fonds. Daartussenin zit een soort grijs gebied en dat heeft ook wel een keerzijde. Want zolang, en daarom vroegen we ook naar de periode van die besluitvorming, zolang het Centraal Fonds geen beslissing heeft genomen, borgt het Waarborgfonds nog met alle risico's van dien. En ons idee is dat zolang je maar je rente en je aflossing blijft betalen, dus aan je liquiditeitsverplichtingen voldoet, hoef je financieel tekort bij een corporatie die solvabiliteit nog niet af te dekken. En in hoeverre is nou dat grijze gebied tussen liquiditeit en solvabiliteitssteun, in hoeverre geeft dat nou spanning? Nou, ik denk dat het anticipatiebesluit wat we bijvoorbeeld bij WSG hebben genomen, maar ook bij een andere woningcorporatie Veron een jaar geleden, dat dicht eigenlijk dat gat. Want op het moment dat het WSW zegt, een corporatie is niet meer kredietwaardig, maar een corporatie heeft tijdens de aanloop van een sanering toch geld nodig, dan kan het CFV middels een anticipatiebesluit ervoor zorgen dat er een contragarantie wordt gegeven aan het WSW. En met die contragarantie kan het WSW dan weer borging geven op leningen in de wetenschap dat die leningen worden meegenomen in de sanering. Ja, dus dat anticipatiebesluit is in de voorfase van de sanering een heel belangrijk instrument om, als het WSW een club niet meer kredietwaardig acht, om dan toch te voorkomen dat er een financieringsprobleem ontstaat. En dat anticipatiebesluit moet voldoende comfort geven aan het WSW om tijdens die voorfase van de sanering toch te blijven borgen in de wetenschap dat wij dat meenemen in de sanering uiteindelijk. Oké. Toch zaten er wel spanningen tussen het Centraal Fonds en het Waarborgfonds. Hoe verklaart u dat? Nou, een paar spanningen zijn bijvoorbeeld te verklaren als je kijkt naar de Vestia-casus. Daarin stond CV aan de lat voor een hele grote sanering van 700 miljoen euro. Maar CV was niet in staat om in één jaar dat hele bedrag via een saneringsheffing op te halen. Dus dan merk je toch dat het Waarborgfonds zich afvraagt, het CV kan dan wel zo'n groot bedrag aan sanering toezeggen aan deze woningcorporatie, maar kan ze wel haar eigen saneringsfonds met dat bedrag vullen. Dus je merkte dat daar die sanering zo groot werd dat het WSW op dat punt weinig comfort had. Een ander punt is dat het voor het Waarborgfonds soms heel lastig is om te zien dat wij een club in sanering hebben, zoals bij Vestia, maar dat het verbeterplan nog niet integraal is goedgekeurd. Dat is ook een lastige situatie. En zo zijn er een aantal van dat soort ingewikkeldheden die soms maken dat je een gebrek aan comfort ervaart en waar je dan heel indringend met elkaar over moet spreken om die zekerheidsstructuur ook goed te laten werken. Dat is ook de reden dat we in 2013 het convenant naadloze aansluiting gezamenlijk hebben geëvalueerd. Even voor de duidelijkheid, de naadloze aansluiting heeft altijd gewerkt tussen deze twee instituten, want er is nooit een corporatie tussen wal en schip gevallen. Maar we hebben wel gemerkt dat zeker bij dit soort grote saneringen er toch over en weer soms meer duidelijkheid nodig is over hoe we ons gedragen. En daarvoor gaan we ook dat convenant naadloze aansluiting aanpassen. We kennen u ook van het NOS-journaal. Want een jaar geleden toen dat Geert Ruidenberg-verhaal speelde, toen heeft u bij de NOS gezegd dat niet uit te sluiten valt dat er wel meer corporaties in zwaar weer komen door die grondspeculaties. Hoe verklaart u dat? Hoe kunt u dat toelichten? Die uitspraak was niet alleen gericht op corporaties vanwege grondspeculaties, maar meer in algemene zin. Het CV is
al ruim 25 jaar de saneerder aan de sector, saneerder van de sector. We zijn inmiddels geloof ik aan onze 24e sanering toe. Dus wij zien gewoon dat er eens in de zoveel tijd een corporatie zich bij ons meldt om gesaneerd te worden. In het verleden vaak vanwege woningmarktproblemen, de laatste tijd vooral vanwege risicovolle projecten, grondspeculaties, derivaten. Maar goed, je ziet dus een historisch patroon, eens in de zoveel tijd meldt zich een corporatie voor sanering. Iets anders wat we zien is dat de omstandigheden voor corporaties steeds moeilijker worden. De impact van de kredietcrisis, de impact van de crisis op de woningmarkt, de aanslagen op de kaststromen. En dat maakt ook dat als je kijkt naar de financiële positie van corporaties, het bij sommige corporaties steeds prangender wordt. Je ziet ook dat het aantal corporaties dat wij onder verscherpt toezicht hebben gesteld ook is toegenomen. Dat wij dichter op de huid moeten zitten, het toezicht daar moeten intensiveren. En dat dat echt soms alle hens aan dek is. Dus ja, vanuit die twee insteken heb ik toen de uitspraak gedaan dat ik verwacht dat er in de toekomst nog wel meer corporaties voor sanering zich zullen melden bij ons. En heeft u nu gevallen meegemaakt waarvan u zegt we zijn er dichter op gaan zitten, waardoor het verlenen van saneringssteun voorkomen kon worden? Wat je natuurlijk doet met verscherpt toezicht is dat je alles op alles zet om te voorkomen dat een corporatie uiteindelijk in sanering terechtkomt. Feit is ook dat je dat niet altijd kunt voorkomen, want in de huidige economische omstandigheden, de huidige situatie op de woningmarkt, is het heel lastig om als een corporatie eenmaal financieel in de problemen is gekomen, om dat weer te keren. En dat komt ook omdat in het verleden, als corporaties financieel lastig hadden, verkochten ze een aantal woningen, dan kwamen er weer liquiditeiten binnen en dan konden ze het hoofd boven water houden. Maar die knop die werkt heel moeilijk in deze woningmarkt. Dus ik zeg ook altijd tegen corporaties, je moet het aan de voorkant goed doen en wij moeten ook als toezichthouder aan de voorkant scherper zijn. Want als een corporatie financieel in de problemen komt, is het heel moeilijk om daar op dit moment weer op eigen kracht uit te komen. Ja. Dat beeld wat u in 2013 had, hè, dat historische beeld van nou ja, iedere keer komt er wel weer een corporatie die wat heeft. Gaat dat beeld nu kantelen, bijvoorbeeld door deze enquête of omdat dat mensen denken van ja, er is nu wel genoeg gedonder geweest met Vestia en WSG en al die andere corporaties, dat men toch meer op de hoede is? En voorzichtiger met geld? Ik denk dat je vanuit het verleden nog een naaileffect kan hebben. Van corporaties die de afgelopen jaar in de problemen zijn gekomen. En waarbij de vraag is of die het eigenstandig redden. Of toch uiteindelijk bij ons voor sanering moeten aankloppen. Dat is één. Wat ik wel zie is dat bij alle toezichthoudende instanties, CFV, WSW, het ministerie, maar ook bij corporaties zelf, er door de hele Vestia-crisis natuurlijk heel veel aan scherpte en alertheid is gewonnen. Tegelijkertijd zie je ook dat door alle heffingen het ook nodig is dat je als corporatie, maar ook als toezichthouder, gewoon veel scherper bent op de financiële positie van corporaties. En ook dat wij als toezichthouder veel breder moeten kijken naar de risico's. Dus je hoopt natuurlijk dat dat iets oplevert. Hè, dat je met het toezicht ook kunt voorkomen dat corporaties in de problemen komen. Maar feit is ook, met toezicht achteraf kun je niet sturen wat er in de boardroom bij een corporatie gebeurt. Hè. Je kunt wat er misgaat in het primaire proces bij een corporatie kun je met toezicht achteraf niet goed maken. Nee. Dus het is nooit uitgesloten dat er in de toekomst ooit weer ergens een probleem ontstaat. Ja, nee, maar dat zijn middelen. Maar ik zoek eigenlijk meer van, ziet u een gedragsverandering bij corporaties? Over het riskmanagement? Voor een deel wel. Je ziet absoluut dat daar scherpte is, aan scherpte is gewonnen. Je ziet ook dat er natuurlijk meer regels zijn gekomen. Ik noem de beleidsregels derivaten die natuurlijk hele gedetailleerde gedragsregels zijn, waarbij zeg maar ge- en verboden aan corporaties zijn voorgeschreven hoe zij zich in het risicomanagement van derivaten moeten gedragen. Producten zijn verboden. Er zijn eisen gesteld aan de tegenpartij waarmee zaken worden gedaan. Heel gedetailleerde gedragsrisico's. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat vanwege de moral hazards in de zekerheidsstructuur er nog steeds een incentive ligt voor corporaties om meer risico te kunnen nemen dan ze aankunnen. Die prikkel ligt bij corporaties, die prikkel ligt bij financiers. En daar zijn we nog niet van af. En wij proberen als financieel toezichthouder er alles aan te doen om die moral hazard zoveel mogelijk te ontmoedigen. Ik probeer corporatiebestuurders en raden van commissarissen heel hard aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de onderneming. Maar feit is natuurlijk dat iedereen weet dat als je financieel in de problemen komt, dat je uiteindelijk in sanering kan worden genomen. En dat leidt wel tot leungedrag. Ligt er dan nog een taak bij het Centraal Fonds in de richting van de banken? Want die hebben natuurlijk ook een kwalijke rol gespeeld in het geheel. Nou, als u het heel concreet heeft over bijvoorbeeld de Vestia-casus. Een saneringscorporatie die moet van ons altijd kijken of er andere partijen zijn die kunnen worden aangesproken op de schade die is veroorzaakt. Dat doet Vestia ook volop. Voor een belangrijk deel ook in samenspraak en soms ook echt in samenwerking met ons.
En dat geldt voor alle partijen. En dat geldt in de Vestia-casus, maar ook in andere gevallen waarin er gesaneerd moet worden. Dan moet echt gekeken worden of er partijen zijn die kunnen worden aangesproken op de schade die is veroorzaakt. Even nog terug naar die saneringsbevoegdheid. Het dient eigenlijk een hoger doel, namelijk het beschermen van de volkshuisvesting als geheel. Als je nou ziet die problemen die zijn ontstaan bij bijvoorbeeld WSG en Vestia, en die dan te maken hebben deels met speculaties met grond en met speculaties met derivaten. Hoe kijkt u daar nou tegenaan? Tegen die wat daar is gebeurd, zeg maar? Ja, je ziet toch dat... Of misschien moet ik het anders zeggen. Wat betekent dat voor de volkshuisvestelijke sector, dit soort akkefietjes? En wat bedoelt u precies met wat dat betekent? Nou ja, saneringssteun verleent aan WSG, saneringssteun verleent aan Vestia. Wat heeft dat nou voor gevolgen voor de volkshuisvesting? Nou, heel concreet, maar daar hebben we net al over gesproken. Corporaties moeten meebetalen. Dus corporaties merken het gewoon in de portemonnee. Dat is één. Ik denk dat het er in ieder geval toe heeft geleid dat het inzicht is dat je aan de kant van het risicomanagement bij corporaties veel hardere en zwaardere eisen moet stellen. Dat is ook een van de redenen waarom wij als CFV bij de verbreding van het toezicht niet alleen nu kijken naar liquiditeit, maar ook naar kwaliteit van het risicomanagement. Omdat ik denk dat je daarmee aan de voorkant voor alle typen van continuïteitsrisico's bij een woningcorporatie effect kan sorteren. Als het risicomanagement niet op orde is, dan loop je het risico dat op allerlei fronten verliezen het gevolg zijn. Dus het risicomanagement moet op orde zijn. Maar ik denk dat je ook ziet, ook in het beleid van de minister, dat het duidelijk is dat er gewoon veel meer gedragsregels aan corporaties moeten worden opgelegd over de risico's die zij wel en niet mogen nemen. De activiteiten die wel en niet zijn toegestaan, de transparantie in de administratie voor commerciële activiteiten. En dat moet er allemaal ook aan bijdragen dat er minder risico's zijn, maar ook dat de risico's die er zijn transparanter zijn en beter kunnen worden gemanaged en ook door de toezichthouder beter kunnen worden gesignaleerd. Dank meneer Oskam, als u de microfoon even uitzet. Dank u wel. Meneer Bashir, nog aanvullend op dit punt? Ja, mevrouw Braal, u gaf aan dat de problemen bij WSG te optimistisch waren ingeschat. Hoe kwam dat nou? Lag dat aan het Centraal Fonds? Of heeft de WSG eigenlijk de boel misleid? Wat ik heb gezien in de periode vanaf het anticipatiebesluit eind 2011 tot de periode eind 2012 waarin wij het saneringsbesluit hebben genomen, is dat er steeds nieuwe informatie kwam van WSG over risicovolle projecten en grondposities en ook afwaarderingen op de projecten die we wel kenden. Met andere woorden, het beeld wat we hadden eind 2011 was echt een ander beeld dan het beeld wat we hadden eind 2012. Dus dat kwam omdat de WSG niet alle relevante informatie had aangeleverd. Ja. Wat ons ook verteld is door de heer Ruigrok hier, is dat hij al wist dat de saneringssteun geen 0 euro zou kunnen zijn. Had het CFV dan ook niet hetzelfde kunnen weten? Ik weet niet precies waar hij dat op heeft gestoeld. Ik kan u alleen vertellen wat het beeld was wat het CFV had eind 2011 en wat toen ook is gecommuniceerd aan de minister en in de brief aan de Kamer door de minister is. Ja, want opgeleid. U zegt van ja, WSG heeft niet alle relevante informatie aangeleverd. Nou, wat ik aangaf was het nou is ook dat, de Ruigrok? Wat ik aangaf is dat in 2012 ja, er steeds nieuwe informatie ook uit de systemen van WSG kwam over de grondposities die er waren. Ja, en ik begrijp het, maar als de heer Ruigrok dan aangeeft van ja, de saneringssteun kan dan geen 0 euro zijn, hè? Hij is de interim directeur op dat moment, dan zou je toch kunnen bedenken dat CFV datzelfde ook zou moeten weten? Vooral ik weet niet precies wat de taxatie daar is geweest van meneer Ruigrok. Ik kan u alleen vertellen wat ik heb meegemaakt bij het CFV in de periode van 2012. En dat is dat er met enige regelmaat nieuwe verrassingen bij WSG uit de hoge hoed kwamen over de grondposities die daar waren en de waardering daarvan. Ja, maar dan nu zegt u van bij WSG kwamen nieuwe verrassingen uit de hoge hoed. Maar, en dus ook bij het CFV. Ja, maar als de heer Ruigrok zegt van ja, het had geen 0 euro kunnen zijn, dan waren het dus ook geen verrassingen voor hem, alleen voor het CFV. Dat kan ik niet beoordelen, want ik weet niet waar hij zijn taxatie op baseert. Oké, dank u wel.
Overigens wist u natuurlijk wel al dat ten opzichte van de WUZ-waarde er heel erg veel leningen uitstonden natuurlijk. Hè? Bij WSG bedoelt u? Ja, bij WSG. Ja, nee, dat was ook duidelijk. Als ik het zo mag zeggen, dat WSG zwaar was overgefinancierd. Goed. Mevrouw Braal, ik schors de vergadering voor 10 minuten.
Nee, ik vind dat ook niks. Zo. Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Zo, ik heropen de vergadering, mevrouw Braal. Het woord is aan collega Mulder. Nou, voorzitter, dank. Mevrouw Braal, we willen het nu met u hebben over de geleerde lessen van de afgelopen periode. Want deze commissie is mede ingesteld om te leren van het verleden. Welke lessen heeft u en daarmee het Centraal Fonds voor zichzelf getrokken uit de incidenten van de afgelopen jaren? Een paar. Ik denk om te beginnen dat het belangrijk is dat het financieel toezicht op woningcorporaties een financieel toezicht is in brede zin. Dus toezicht op alle financiële risico's die de continuïteit van een corporatie kunnen bedreigen. Dat is ook de reden dat wij vanaf 2013 echt met een heel verbrede vorm van financieel toezicht zijn gestart. Waarin we veel meer oordelen geven en naar veel meer terreinen kijken van financiële risico's bij woningcorporaties. Dus we kijken breder. Een ander punt is dat we ook veel scherper zijn gaan kijken. We proberen veel vroeger in het proces bij woningcorporaties risico's te signaleren. Maar daar niet alleen te signaleren, maar daar ook op te acteren. En dat is denk ik nog wel het allerbelangrijkste. Namelijk dat je als toezichthouder niet alleen informatie beoordeelt en analyseert. En daar een oordeel over geeft aan de woningcorporatie. Maar dat je ook in de actiestand staat. Dat op het moment dat je ergens een risico ziet, dat je erop afgaat, dat je hands-on bent, dat je eisen gaat stellen aan een woningcorporatie, dat je het toezichtregime opschaalt, dat je maatregelen verwacht en dat je er bovenop zit om ervoor te zorgen dat die maatregelen ook worden gerealiseerd. U zei het al eerder, breder. We hebben hier professor Arnoud Boot gehad, die zegt, kijk, corporaties zijn rijk. De vliegen komen op de honing af. Als het niet zit in grondposities en derivaten, dan kan er wel een crisis ontstaan over autobanden. En daarmee bedoelde hij te zeggen, kun je wel aanzien komen waar het probleem gaat zitten? Want eerst had het in grondposities, nou dat kun je regelen. Je kan die derivaten regelen. Maar wat is de volgende die we nog niet op het netvlies hebben die eraan komt? Dat is een van de belangrijkste vragen voor een financieel toezichthouder. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus het betekent dat je naast de risico's die je nu kent, ook altijd bezig moet zijn met de vraag, wat is het risico wat we nog niet kennen? En dat je als toezichthouder dus ook continu vooruit moet kijken en binnen je organisatie, maar ook in contact met experts in de buitenwereld, in contact met corporaties zelf, je ogen en je oren de kost moet geven om na te denken, welke risico's kunnen er in de toekomst ontstaan? Ik begrijp dat u niet de generaal wil zijn die de vorige oorlog wint, maar welke problemen ziet u nu dan als generaal? Nou, als ik kijk naar een aantal risico's die wij bijvoorbeeld voor de sector hebben genoemd in het sectorbeeld wat we eind vorig jaar hebben gepubliceerd, dan denk ik dat een aantal risico's voor de corporatiesector zijn een mogelijke rentestijging. De rente is nu historisch laag, dus corporaties betalen op hun leningen relatief lage rentes. Maar als de rente gaat stijgen, dan kan dat in termen van kasstromen een hele grote impact hebben op corporaties. We kijken ook heel kritisch naar de mate waarin corporaties in staat zijn om de voorgenomen huurverhogingen te realiseren. Omdat wij ook zien dat er corporaties huurverhogingen nodig hebben om extra geld binnen te krijgen. Maar dat we ons ook realiseren dat er op een gegeven moment een grens kan zitten aan betaalbaarheid van huren. En je niet eeuwig kunt doorgaan met het verhogen van huren. We kijken ook heel kritisch naar het nieuwe beleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg.
Er zijn ook risico's die samenhangen met eventueel nieuwe producten waar corporaties gebruik van kunnen maken in termen van financiering. Want dat er een probleem kan zijn bij derivaten, dat weten we inderdaad allemaal. Daar zijn nu hele gedetailleerde beleidsregels voor. Maar er kunnen zich ook nieuwe producten voordoen, die weer nieuwe risico's creëren. En daar kijken wij dus ook heel kritisch naar wat die risico's kunnen zijn en wat we dan ook daarvan vinden. Ja. U noemde ze juist in het bijzin de sectorbeelden. Ja, Centraal Fonds is daar nu juist mee gestopt en Edis gaat die maken. Dat is een misverstand. De sectorbeelden waarin wij als toezichthouder één keer per jaar een sectorbreed overzicht geven van de financiële staat van de corporatiesector en de risico's daarin, die hebben we altijd gemaakt en dat blijven we ook doen. Het klopt wel dat wij met tweetal producten wel zijn gestopt. Mm-hmm. En dat zijn een tweetal kennisproducten die het CFV jarenlang heeft gemaakt. Dat zijn namelijk de regiorapportages en de corporatie in perspectief. En dat zijn twee kennisproducten waar we vanaf 2013 mee gestopt zijn. Om twee redenen. A, we hebben al onze capaciteit nodig in het kader van de intensivering en verscherping van het toezicht. En twee, het CFV is een toezichthouder en geen kennisinstituut. En om die twee redenen hebben we gezegd, al onze capaciteit zetten we in voor toezicht. En met deze kennisproducten gaan wij stoppen. Maar de corporatie in perspectief is een zeer gewaardeerd kennisproduct in de sector. Dus wij gaan wel helpen. En in dit geval is dat in een samenspraak met Edis gegaan om ervoor te zorgen dat Edis via het corporatie Benchmark Centrum die SIP kan continueren. En daar heb ik ook een convenant voor gesloten met Edis, zodat zij ook over informatie kunnen verschaffen om dat product te continueren. Is dat nou verstandig dat de sector dat zelf gaat doen? Het is een kennisproduct, het is een benchmark. Het is niet een toezichtsproduct. Ik vind dat wij een toezichthouder zijn en dat wij in deze situatie, waarin het alle hens aan dek is, onze capaciteit moeten inzetten op het toezicht houden. En daar hebben we onze handen vol aan. Maar ik vroeg, is het verstandig? Ik vind het vooral een verstandige keuze dat wij onze capaciteit vol inzetten op toezicht. Wij hebben meer dan ooit corporaties onder verscherpt toezicht. Is het verstandig om dat over te hevelen? Ik geef aan wat ik verstandig vind vanuit toezicht, want dat is onze rol. Wij zijn een toezichthouder en geen kennisinstituut. En wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het kennisproduct van Corporatie in Perspectief nu door een andere partij kan worden gecontinueerd. Dus we hebben het zelf gestopt, maar we hebben wel ervoor gezorgd dat een andere partij dat kan continueren. Ja. En is dat nou verstandig? Waar komt uw vraag vandaan? Waarom zou het onverstandig zijn? Want ik probeer u aan te geven dat wij prioriteiten moeten stellen. Om te beginnen stelt deze commissie de vraag. Maar ik zal u vertellen waarom dat van belang is. We hebben hier de afgelopen weken, en dat heeft u misschien gevolgd, het steeds gehad over zelfregulering en Edis. En je zou het beeld kunnen krijgen uit de verhoren dat Edis graag de dingen zelf wil doen. Bemoei je er niet mee, zei minister Van der Laan. En je zou je dus kunnen voorstellen dat vanuit dat perspectief of het dan verstandig is om de sector dat zelf te laten doen. Daar komt mijn vraag vandaan en ben ik benieuwd naar uw antwoord. Ja. Nou, mijn antwoord daarop is, de corporatie in perspectief is geen toezichtsproduct. Het is een kennisproduct. De corporatie in perspectief is ook niet een toezichtsproduct waar op moet worden gehandhaafd of iets dergelijks. Dus als het CFV meer capaciteit had gehad, dan hadden we wellicht dat product best kunnen continueren. Maar wij moeten heel scherp prioriteiten stellen. En daarom hebben we gezegd, onze capaciteit zetten wij in voor toezicht. En een kennisproduct, wat niet te maken heeft met toezicht, dat stoten wij dan af. Maar we zien wel dat er belang aan wordt gehecht. Dus wij doen er wel alles aan, zodat dat kennisproduct kan worden gecontinueerd. Okay. Ik laat nog op me inwerken of dit nou een antwoord is op de vraag. Maar goed. U zei breed, u zei ook scherper dan vroeger. We hebben hier de heer Van der Molen gehad. Die zei, ja, zijn wij nou een toezichthouder? Eigenlijk niet, want we hebben helemaal geen instrumenten om toezicht te houden. En u zegt, ja, we willen maatregelen nemen. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Nou, als je aan de ene kant kijkt hoe het CFV is gepositioneerd, dan zijn wij een toezichthouder die de minister van advies dient. En wij zijn een toezichthouder zonder eigen bevoegdheden en sanctiebevoegdheden. Ik heb me alles daar eens vaker over uitgelaten, ook publiekelijk. Ik vind dat echt een hele rare situatie. Aan de andere kant is het zo dat wij een toezichthouder zijn die toezicht moet houden op de financiële positie van de sector en individuele corporaties. En dat je daar ook door een hele proactieve invulling, dat er een heleboel ruimte ligt die je kan nemen om
tegen corporaties te zeggen, dit zijn de risico's die ik bij jou zie en ik verwacht van jou dat je die risico's gaat oplossen. En een voorbeeld is daarvan het onverscherpt toezicht stellen van woningcorporaties. Er zijn dus mensen die tegen mij hebben gezegd, ja, maar is dat dan een formele sanctie of iets dergelijks? Nou, dat is het niet. Het staat ook niet in de woningwet. Maar het is wel iets wat je gewoon kunt doen als toezichthouder. Je kunt daar de ruimte nemen om heel proactief aan de slag te gaan, om gewoon eisen te stellen aan woningcorporaties. En dat is wat we hebben gedaan. Op het punt van de sanctiebevoegdheden heb ik gezegd, ik vind dat een serieuze toezichthouder de mogelijkheid moet hebben om zelf handhavingsbevoegdheden te kunnen uitvoeren, sancties te kunnen opleggen. Dat kan het CV nu niet, maar ik ben wel heel blij dat deze minister nu inmiddels de keuze heeft gemaakt om ons binnenkort de sanctiebevoegdheden waar hij zelf over beschikt in mandaat ter beschikking te stellen, waardoor wij toch in de positie komen dat wij die bevoegdheden vanaf korte termijn zelf ook kunnen gaan toepassen. Ja, dus waar u zegt, die actiestand, die bevoegdheden, die heeft u nog niet, maar die moet u nog krijgen. De intentie van de minister is om die op korte termijn aan het CFV te mandateren. Ik zou eigenlijk natuurlijk liever hebben dat in de wet is opgenomen dat ik ze echt zelf heb. Maar daar is een wetswijziging voor nodig en dat kost enige tijd. Dus ik ben wel blij met de actie die de minister nu neemt om via een andere constructie, namelijk via een mandaatconstructie, op korte termijn het CFV in staat te stellen om die bevoegdheden zelfstandig te kunnen toepassen. Ja. Ik denk dat dat een versterking van het toezicht is. Dan over de kennisvergaring. Een toezichthouder moet kennis kunnen vergaren, een norm hebben en instrumentarium. Hè? Dat is drie kenmerken van een toezichthouder, heeft de heer Van der Molen een keer gezegd. De heer Van der Molen heeft gezegd dat het Centraal Fonds scherper had moeten zijn op het jaarverslag 2008 van Vestia. Dat zegt ook de commissie Hoekstra. En dat zegt het CFV ook eigenlijk in een interne evaluatie. Welke veranderingen heeft hij op basis daarvan doorgevoerd? Op basis van die interne evaluatie? Nou, eigenlijk wat ik u net heb geschetst. Het CFV keek in het verleden vooral naar de ontwikkeling van het vermogen. Mm-hmm. Maar een van de belangrijkste lessons learned van de verschillende debakels en onze interne evaluaties daarover is dat je breed moet kijken. Je moet ook naar liquiditeitsrisico's kijken en ook naar kwaliteit van het risicomanagement in brede zin. Dus dat is één. We zijn breder gaan kijken. Twee is, ik vind ook dat het heel erg belangrijk is om niet alleen maar te acteren op basis van de gestandardiseerde informatie die we twee keer per jaar van corporaties krijgen, maar alle signalen die je op ieder moment krijgt over een corporatie, die kunnen duiden op een risico om die in je toezicht te betrekken. Dus als wij nu een signaal krijgen van het WSW dat er iets aan de hand is, of van het ministerie dat er ergens een governance probleem is, of het maakt eigenlijk niet uit, dan ga je niet wachten op de gestructureerde informatie die over een half jaar binnenkomt, maar daar neem je dan nu gewoon actie op. Ja. Dus het continue toezicht, waarbij je alle signalen in brede zin die er over een corporatie zijn, betrekt bij je toezicht waarin je tot actie overgaat, dat is ook een heel belangrijke aanpassing geweest. En een andere belangrijke aanpassing is dat ik vind dat je daar ook in het kader van samenwerkend toezicht met andere toezichthouders op moet samenwerken. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat wij intensief samenwerken met de volkshuisvestelijke toezichthouder die bij BZK, bij de ILT zit. Dat daar ook de early warning informatie over wordt uitgewisseld en dat je ook daar waar dat kan samen optrekt naar een corporatie. Want als er ergens een governance probleem is of een integriteitsprobleem, dan is het wachten op het financiële probleem en omgekeerd. Dus die dingen liggen heel dicht tegen elkaar aan. Dus daar moet je gewoon samen kijken en samen optrekken. Helder wat u zegt. De commissie Hoekstra zegt ook dat het financieel toezicht van het Centraal Fonds een bredere basis moet hebben dan alleen het beoordelen van jaarverslagen. Bent u het daarmee eens? Ja, zeker. En dat is wat ik ook net beschrijf. Alle signalen van een woningcorporatie. En hoe krijgt u die dan in handen, alle signalen? Wij krijgen twee keer per jaar een hele grote mand met informatie van alle individuele woningcorporaties. Namelijk één keer per jaar de prognoseinformatie, dat is in het voorjaar. En één keer per jaar de verantwoordingsinformatie, dat is in de zomer. Maar daarnaast zijn er nog velerlei andere manieren waarop je aan informatie over corporaties kan komen. Bijvoorbeeld door je oor te luisteren te leggen bij andere toezichthouders. Mm-hmm. ILT, bij het Waarborgfonds. Door de krant goed te lezen om te kijken wat er daarin over corporaties wordt gezegd. Door gesprekken te voeren met corporaties, met de raden van commissarissen. En zeker daar waar je risico's ziet, gewoon tegen corporaties te zeggen, los even van die gestructureerde informatie die ik twee keer per jaar van jou krijg, wil ik maandelijks, per kwartaal, wekelijks of zelfs dagelijks van jou informatie krijgen over
bepaalde onderwerpen en de risico's die je daar loopt. Heeft u nu voldoende manier om informatie te vergaren? Nou, de manier waarop wij gestructureerde informatie twee keer per jaar opvragen loopt via het BBSH. Dus daar moet ik een verzoek doen aan de minister wat ik daarin in het BBSH opgenomen wil hebben voordat ik dat mag uitvragen. Nou, om te beginnen. Krijgt u een discussie met het ministerie? Ja, ik vind dat als een onafhankelijk zelfstandig toezichthouder een onwenselijke situatie, want daarin ben ik dus afhankelijk van wat de minister bereid is om op te nemen in het BBSH voor datgene wat ik twee keer per jaar aan die gestructureerde informatie kan krijgen. Ik zou eigenlijk zeggen dat je als toezichthouder dat zelf zou moeten kunnen bepalen. Het andere punt is, en die ruimte hebben we de afgelopen jaren ook veel meer genomen, is dat er daarnaast natuurlijk een zee van ruimte is om gewoon zelf bij corporaties informatie op te vragen, los van dat BBSH. En daar zit ook een stuk productiviteit in, waar we de afgelopen jaren denk ik in gegroeid zijn. Namelijk gewoon tegen een corporatie zeggen, even los van dat BBSH, ik wil nu gewoon voor jou informatie hebben over onderwerp X, Y of Z, en ik verwacht die informatie dan en dan, en daar ga ik met jou het gesprek over aan. Is dat de enige belemmering die u ervaart, dat u via het BBSH, zeg maar de grondwet voor corporaties, informatie moet verzamelen? Nou, dat geldt voor de gestructureerde informatie. Als het gaat om de niet gestructureerde informatie, dus ik zeg maar even de op maat toegesneden informatie die we dan vragen aan individuele corporaties, dan geldt eigenlijk dat ik dat doe op basis van een moreel appel, op basis van mijn autoriteitspositie, maar ik heb daar geen formele bevoegdheid toe. Dus dat betekent dat op het moment dat een corporatie die informatie niet levert, dat ik niet zelfstandig de bevoegdheid heb om dat bij een corporatie ook echt af te dwingen. En dat vind ik jammer, want dat vind ik eigenlijk een aantasting van de slagvaardigheid van het toezicht. Want je zou namelijk moeten willen dat je niet alleen formeel de mogelijkheid hebt om alle informatie op te vragen, en die formele bevoegdheid heb ik nu niet, maar dat je ook de mogelijkheid zou hebben om, als een corporatie niet levert, af te kunnen dwingen dat je die krijgt. En ook die mogelijkheid heb ik formeel niet. Dus ik zou heel graag zien dat in de wet geregeld wordt dat ik formeel de mogelijkheid heb om alles te vragen wat ik nodig heb, maar ook formeel af te dwingen om te krijgen wat ik wil hebben als een corporatie mij dat niet wil geven. Ja, ik begon met lessons learned. Toen begon het veelbelovend. Maar eigenlijk blijkt u nog steeds niet de instrumenten te hebben en ook nog niet de bevoegdheden om de informatie te vergaren. Nou, ik heb u mijn wensenlijstje gegeven, ja. Maar ik heb u ook aangegeven dat ik vind dat je als toezichthouder door een hele productieve opstelling ook ruimte kan nemen om gewoon te vragen wat je wil hebben. En dat is ook wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. We vragen gewoon veel meer, we kijken veel breder. En los van het BBSH vraag ik gewoon aan corporaties wat ik nodig heb. En leveren ze dat dan? Vaak wel. En in het geval dat ze dat onverhoopt niet zouden doen, moet ik nu nog naar de minister om te zeggen, corporatie X, Y of Z levert mij deze informatie niet. Wilt u alstublieft een aanwijzing geven? En ik hoop dat ik zo meteen dat zelf kan gaan. En wat doet hem? Zijn er gevallen geweest dat hij dat heeft gevraagd om via het BBSH informatie te krijgen en dat het ministerie dat weigerde? Ja, dat zijn twee dingen. Als het gaat om het BBSH, dan weet ik dat in het verleden, ik geloof dat dat is geweest in de periode 2006 tot en met 2008, er een uitgebreide discussie is geweest tussen het CFV en het ministerie over het mogen opvragen van gegevens over verbindingen via het BBSH. Mm-hmm. Het is van voor mijn tijd, maar ik heb begrepen dat dat enige tijd heeft geduurd voordat het ministerie bereid was om dat in het BBSH op te nemen. Dat is even de gestructureerde informatie via het BBSH. Aan de andere kant hebben we de individuele informatie die je buiten het BBSH van corporaties wil vragen. En daarvoor geldt dat ik nu gewoon opvraag wat ik wil hebben. En als een corporatie dat niet wil leveren, ik nu naar de minister kan om te zeggen, geef mij een aanwijzing. En zometeen mag ik dat zelf. En mijn vraag was, doet de minister dat ook? Als u vraagt om een aanwijzing, minister, geef een aanwijzing, wordt dat dan één op één opgevolgd? Dat is in het verleden niet altijd één op één opgevolgd. Laat ik daar een voorbeeld van geven. En in nu? Sinds u directeur bent? Nou, in de situaties dat ik het wil hebben, maar het niet krijg, moet ik nu naar de minister. Ja, dat heb ik zelf een keer meegemaakt, dat wil ik graag illustreren. Dat had te maken met het opvragen van informatie bij woningcorporaties in het kader van de derivatenstresstest. Daar hadden wij ook naar appel van een aantal corporaties die informatie niet gekregen. Toen hebben we een brief gestuurd aan de minister met het verzoek, wilt u voor deze corporaties een aanwijzing opleggen? Ik had graag gezien dat de minister toen direct ook die aanwijzing had opgelegd, want wij hadden al allerlei stappen gezet met die corporaties om dat uit te vragen. Maar die aanwijzing is toen niet direct gekomen. Het ministerie is toen zelf nog een keer gaan bellen met de corporaties om te zeggen, als je het niet levert, volgt er een aanwijzing. En nou, toen hebben we uiteindelijk weken daarna hebben de corporaties onder die druk van het ministerie alsnog geleverd. Wanneer was dat?
dat weet ik me niet meer exact herinneren, maar dat zal in 2012 geweest zijn in het kader van de eerste of de tweede stresstest die het CFVT heeft uitgevoerd. En wie was toen minister? Omdat ik niet precies weet in welke periode dat was, kan ik dat even niet terughalen. Uiteindelijk hebben de corporaties geleverd, maar wat ik suboptimaal aan dat proces vond, is dat als wij al een paar keer tegen corporaties hebben gezegd, je moet leveren, er volgt een rappel, en ik dan naar de minister ga om te zeggen, wil je alsjeblieft een aanwijzing opleggen, want de corporatie wil niet leveren, dan zou ik graag zien dat de minister dat meteen doet. En dat is toen niet gebeurd. Nu met het mandateren van de toezichtsbevoegdheden die er op korte termijn aankomt, kan ik dat in de toekomst zelf. En ik denk dat dat voor de effectiviteit van het toezicht ook beter is. Collega Van Vliet heeft al gevraagd naar de afspraken tussen WSW en Centraal Fonds. U heeft ook gezegd, er zijn afspraken over. En dan is onze vraag, loopt u nog tegen belemmeringen aan in de afspraken met het WSW? Nou, de afspraken die er inmiddels zijn gekomen is een informatieprotocol waarin formeel is geregeld dat het WSW en CFV informatie over individuele corporaties met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is een enorme verbetering, want in het verleden was het WSW verhinderd om die informatie uit te wisselen. Dus dat gaat denk ik nu goed. Er kan ook veel meer informatie worden uitgewisseld. Als het gaat om de naadloze aansluiting heb ik gemeld dat het convenant is geëvalueerd en dat we het convenant ook gaan aanpassen om op dat punt de samenwerking soepeler te laten lopen. Als ik toch één punt zou moeten noemen, ik merkte net al iets op naar aanleiding van vragen van uw commissie over het toezicht op toezichtsbelemmerende bepalingen. Dan zie je dat het soms nodig is dat voor het toezicht en de handhaving van publiekrechtelijke regels je het WSW ook nodig hebt om corporaties in de gelegenheid te stellen om die regels ook na te leven. Ik noemde net de mogelijkheid dat corporaties van toezichtsbelemmerende bepalingen in de derivatencontracten af zouden kunnen als het WSW zou toestaan dat als de corporatie dat kan betalen, die derivatencontracten mogen doorzakken in leningen, waardoor die toezichtsbelemmerende bepalingen zijn opgelost. Nou, dat hebben we verschillende keren bij het WSW en het ministerie aan de orde gesteld. En wat ik net ook al verklaarde is dat ik daar heel weinig dat ik zie dat het WSW daar heel weinig ruimte geeft om daar het probleem op te lossen. En ik zou soms graag willen dat het WSW ook in het belang van de naleving van de publiekrechtelijke regelgeving bereid is om in die lijn ook mee te werken aan de mogelijkheden voor corporaties om die regelgeving dan ook te kunnen naleven. Moet ik als lid van deze commissie nou door worden gerustgesteld zijn? Nou, ik geef een antwoord op de vraag waar het mogelijk nog beter kan. Ik stel nog een vraag. En ik geef u aan waar ik bezorgd over ben. Namelijk dat ik in dit concrete geval denk dat het oplossen van toezichtsbelemmerende bepalingen zou kunnen als het WSW bereid is om, als een corporatie dat kan bepalen, die contracten te laten doorzakken in leningen. Maar dat tot op heden het WSW geen ruimte heeft gezien om in lijn met die publiekrechtelijke normen daaraan mee te willen werken. En dat vind ik jammer en dat zou bijvoorbeeld beter kunnen. U had het over de evaluatie, over de naadloze aansluiting. Is dit de belangrijkste conclusie daaruit, wat u betreft? Nee, want dit gaat niet. Dit is geen onderdeel geweest van de evaluatie van de naadloze aansluiting. Dit gaat over de context waarin je als CFV je toezicht doet. De naadloze aansluiting gaat over de sanering. Wat waren daar de belangrijkste conclusies van? Belangrijkste conclusies, één, om te beginnen. Er is altijd sprake geweest van een naadloze aansluiting, want er zijn geen corporaties die ooit tussen wal en schip zijn gevallen. Wat we wel hebben geconstateerd is dat door de aard van de saneringen er zeker bij de grote sanering van Vestia, maar ook bij WSG, soms onduidelijkheid was over de exacte positie, er over en weer comfort nodig was. En dat het convenant naadloze aansluiting op een aantal punten moet worden aangepast, zodat partijen weten wat ze op die vlak aan elkaar hebben. Dus er zitten een aantal aanbevelingen in die evaluatie die we ook gaan opvolgen, die ook een plek gaan krijgen in een nieuwe versie van het convenant naadloze aansluiting, om ervoor te zorgen dat we voldoende comfort over en weer hebben. Dus jij zo even dat het WSW het publieke belang niet ziet en niet wil meewerken. Dat is ook wel bijzonder, hè? Nou, ik schets u een situatie waarin corporaties hebben te voldoen aan publiekrechtelijke regelgeving. Wij daar als publiekrechtelijke toezichthouder op moeten toezien. Er een situatie is dat het WSW kan helpen om de naleving van die regelgeving te bevorderen, maar daar geen ruimte voor ziet.
Dat is wat ik u heb geschetst. Maar, ja. Ja, maar het klinkt abstract. Want als u zegt het WSW ziet het publiek belang niet. En stel, ik ben lid van de Tweede Kamer en ik ga over het publiek belang. Dan maak ik me ongerust. Dus kunt u iets heel specifiek zijn wat u bedoelt? Nou, ik probeer u een heel concreet voorbeeld te geven waarin dat dus tot uitdrukking komt. Een corporatie die derivatencontracten heeft met toezichtsbelemmerende bepalingen, zou daarvan af kunnen komen als ze de mogelijkheid heeft om die derivatencontracten te laten doorzakken in een lening, waardoor het contract wordt ontbonden, we af zijn van de toezichtsbelemmerende bepalingen. Maar daarvoor is het wel nodig dat het WSW toestemming geeft voor die doorzak. En dat doen ze niet. Op dit moment, die ruimte zien zij niet. En dat vind ik jammer, want daarmee blijft het probleem van die toezichtsbelemmerende bepalingen in bepaalde gevallen in stand. Terwijl dat misschien wel zou kunnen worden opgelost door middel van een doorzak van die contracten in een lening. Ja, als we kijken naar de incidenten, dan blijkt dat op het moment dat het Centraal Fonds moet saneren, het vaak eigenlijk al mis is bij een corporatie. De corporatie kan dan zelf niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen en dan draait de sector daar collectief voor op. Is dat nou inherent aan het systeem van naadloze aansluiting van borging en sanering? U kijkt me aan. Namelijk ik probeer dat even precies uw vraag te duiden. Dat je eigenlijk al te laat bent. Als je een corporatie in sanering krijgt, dat betekent dat die corporatie niet meer borgbaar is door het WSW. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat een corporatie dus niet meer zelfstandig levensvatbaar mm-hmm. is. Die moet dan geholpen worden in de zekerheidsstructuur mm-hmm. om weer zelfstandig levensvatbaar te worden. Je moet natuurlijk proberen aan de voorkant om dat te voorkomen. En dat doe je door middel van de eigen verantwoordelijkheid die de corporatie heeft voor de continuïteit van de organisatie. Maar ook door het toezicht daarop. En dat toezicht is toezicht van het CFV, financieel. Toezicht vanuit het ministerie op governance en integriteit en rechtmatigheid. En natuurlijk aan de voorkant het WSW, die door middel van borging op die leningen ook middels die borg en die lening een bepaald risico binnentankt bij de corporatie. En daarmee ook het financieel risico van profiel van de corporatie mede beïnvloedt. En wat je natuurlijk moet doen is kijken hoe je aan de voorkant bij de corporatie, via het toezicht door de overheid en ook via het gedrag van het WSW kunt voorkomen dat er aan de voorkant te veel risico's worden binnengetankt. Ja. En gebeurt dat nu voldoende? Dat voldoende wordt voorkomen dat aan de voorkant financiële risico's worden binnengehaald? Ik denk dat je ziet dat bij alle toezichthouders, maar ook bij het WSW, er sprake is van aangescherpt beleid. Het WSW heeft in termen van haar eigen risicomanagement een beleid uitgestippeld waarbij ze veel scherper is op de risico's die via de borg aan de voorkant worden binnengetankt. Daar heeft het CFV ook met het WSW over gesproken. En wij denken ook dat dat een goede richting is. Het is ook een richting die aansluit bij het beleid die het CFV heeft ingezet om het eigen toezicht te verscherpen. Dus dat werkt allemaal dezelfde kant op. Als ik kijk naar de stappen die ook vanuit het ministerie door de minister worden gezet, waarbij je scherper bent op de toegestaande activiteiten van corporaties, het werkterrein, de scheiding tussen DAAP en niet-DAAP. Dat zijn allemaal dingen die helpen om aan de voorkant minder risico's te lopen. Aangescherpt, scherp, is het nu scherp genoeg? Ja, of het scherp genoeg is, daarmee stelt u me eigenlijk de vraag, kunt u mij een garantie geven dat er nooit meer een financieel probleem voorkomt? Nee, die vraag stel ik niet. Ik stel de vraag, gegeven wat je kan doen, doe je dan genoeg? Ben je scherp genoeg? Dat er nog iets meer kan. Wat dan? Ik denk dat er sowieso meer aandacht moet worden besteed. En dat mis ik nu ook in de novelle. Op het toezicht vanuit het Rijk op het WSW. Ik denk dat als je kijkt naar de risico's die de achtervang in potentie loopt, Rijk en gemeente, dat er meer werk moet worden gemaakt van het toezicht houden op het WSW. Ik vind ook dat de achtervang een mening moet hebben over de risk appetite die het WSW mag hebben. En over de manier waarop het WSW zijn instrumenten inzet in het kader van borging. Dus daar kan het beter worden. Ik denk als je kijkt naar de organisatie van het toezicht dat daar dingen ook nog beter zouden kunnen. In de eerste plaats, ik denk dat het heel verstandig zou zijn om het financieel toezicht en het toezicht op integriteit, rechtmatigheid en governance met elkaar in één organisatie te verbinden. Ik gaf net al aan, als er ergens financiële problemen zijn, is er vaak ook een governance en een integriteitsprobleem en omgekeerd. Dus daar kan je toezicht veel slagvaardiger maken.
En ik denk dat je, als het gaat om de organisatie van het toezicht, een onafhankelijke, zelfstandige toezichthouder nodig hebt met eigen bevoegdheden, die ook kan zeggen, tot hier en niet verder. En daarin in politieke zin niet wordt afgeleid door politieke ambities in de volkshuisvesting. Ik kom over de mate van onafhankelijkheid nog te spreken, maar ik kijk eerst naar collega Hartje. Ja, mevrouw Hartje, aanvullend. Ja, mevrouw Brouw, mijn collega Mulder heeft net met u even gehad over die sectorbeelden. En u gaf aan dat het kennisproject Corporaties in Perspectief, dat het Centraal Fonds daar niet meer over gaat. In ieder geval de Benchmark Instituut samen met Edes gaat dit doen. Ik begrijp ook dat u geen uitspraak wil doen over of het verstandig is dat de sector dit zelf wil doen. Want mijn collega Mulder heeft het al 3 keer geprobeerd daar een antwoord op te krijgen. Maar ik begrijp dat u daar geen antwoord op wil geven. Nou, ik heb u een antwoord gegeven wat 1 aangeeft, wij maken nog steeds de sectorbeelden. Dat is hoe wij ons sectorbrede toezicht doen. Mm-hmm. Daar geen enkel misverstand over. Dat doen we en dat blijven we doen. Dat is ook onze taak. Als het gaat om de corporatie in perspectief, dat is een kennisproduct. Dat is geen toezichtproduct. Dus daarmee is er ook geen sprake van zelfregulering die wij uit handen hebben gegeven. Dat zou mij ook buitengewoon onverstandig lijken om toezicht nu in handen van de sector zelf te leggen. Daar ben ik ook helemaal niet op uit. Mm-hmm. Maar de corporatie in perspectief is geen toezichtproduct. Oké, en daarmee vindt u dus niet onverstandig dat de sector dit zelf doet? Het is geen toezichtproduct. Dus daarmee is het niet onverstandig. Wij vinden wel dat product, omdat er veel waarde aan wordt gehecht, dat het belangrijk is dat het product gecontinueerd wordt. En daar hebben wij ook medewerking aan willen verlenen door dat wij een convenant met Edes hebben gesloten om hen daartoe in de gelegenheid te stellen. Ja. En een belangrijk onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat die corporatie in perspectief die Edes gaat maken niet alleen toegankelijk is voor de leden van Edes, maar ook toegankelijk blijft voor alle andere partijen die daar gebruik van willen maken. Dan dus het, kan het dus openbaar? Ja, dus dat het openbaar blijft. Mm-hmm. En dat er een SIP-product beschikbaar blijft, ook voor wethouders, huurdersorganisaties of andere partijen. Ja. U gaf net ook op vragen over de risico's van morgen, dat het Centraal Fonds dat beter in zicht heeft, of in ieder geval beter in ieder geval dan het verleden. U noemde een aantal punten waarin er dus een verbeterslag is gemaakt bij het Centraal Fonds op dat vlak. Maar u zei ook, dus ook nieuwe producten met dus mogelijke nieuwe risico's, zoals we nu de derivaten natuurlijk gekend hebben, dat er misschien ook weer nieuwe producten zijn waar verscherpte aandacht voor nodig is om die risico's in de klauwen te houden, noem ik het maar even. Kunt u ons een voorbeeld geven van zo'n nieuw product wat het Centraal Fonds in het vizier heeft als een mogelijk risicogeval? Ja. Je ziet dat er natuurlijk een beweging is om meer commerciële financiers in de sector te krijgen. En ook een poging is om daar andere financieringsbronnen voor aan te boren. Een product wat recentelijk onze aandacht heeft gekregen is bijvoorbeeld een sale- en leaseback product van de grond onder sociale huurwoningen. Waar wij ons indringend laten informeren over de vraag wat dat product inhoudt. En de vraag of dat een product is wat verstandig is voor woningcorporaties om daarmee in zee te gaan. En ik zeg dat ook omdat we hadden het net al even in een ander deel van het verhoor over de moral hazard van de zekerheidsstructuur. Het is natuurlijk duidelijk dat niet alleen woningcorporaties, maar ook andere partijen zich realiseren dat als een corporatie financieel in de problemen komt, die altijd kan leunen op de zekerheidsstructuur. En dat maakt ook dat de sector in dat opzicht naar mijn mening kwetsbaar is voor partijen die via de band van de zekerheidsstructuur proberen om risico's de sector binnen te krijgen in de wetenschap. Dat zij altijd daarin zullen worden afgedekt door diezelfde zekerheidsstructuur. Dus daar wil ik heel scherp en alert op zijn. Okay. U gaf ook aan dat met een proactieve opstelling, in ieder geval vanuit het Centraal Fonds, dat je heel ver komt als het gaat om de informatie die de toezichthouder zou willen hebben van de corporaties. Is dat in het verleden, is daar voldoende gebruik van gemaakt, die proactieve instelling? Ik denk dat daar meer ruimte lag en dat we die ruimte nu ook nemen. Dus destijds is die ruimte niet benut? Destijds was ik er niet, maar ik denk dat er veel ruimte ligt om dat te doen. Los van je formele bevoegdheden en die ruimte die nemen we ook nu. Okay. Maar u wilt dus geen uitspraak doen over de tijd voor u? Dat kan ik ook niet, want toen was ik er niet. Ik kan wel zeggen wat ik zelf heb gezien, namelijk dat ik heb vastgesteld dat er meer ruimte is en dat we die ruimte nu ook zoveel als mogelijk proberen te nemen. Ja. Dank u wel. Prima. Meneer Mulder, u vervolgt. Ja, dan neem ik u graag mee naar een interview dat u heeft gehouden in NRC Handelsblad eind februari. En daarin noemt u het financieel toezicht op de corporaties een volstrekt bezopen situatie. U doelt daarmee op het feit dat de CFV als financieel toezichthouder
nul bevoegdheden heeft en voor ingrijpen afhankelijk is van de minister. Nou, volgens mij hebben we het daar net over gehad en hebben we denk ik daar genoeg over gezegd. Maar u had het ook over leungedrag en u zei net ook al moral hazards. Hè? Dat je gedrag vertoont, als het misgaat, loop je zelf niet te schade. Hè? Dat is eigenlijk een moral hazard. Daar heeft u eerder in dit voor ook een paar keer op gewezen. Welke moral hazards ziet u nou in de sector en vooral ook wat zijn dan de oplossingen daarvoor? Nou, die moral hazards, dat noemde ik al eerder, zitten uiteraard bij woningcorporaties. Die weten dat de continuïteit van hun organisatie gegarandeerd is, omdat als het misgaat ze altijd voor sanering bij het CV kunnen aankloppen. Maar zit natuurlijk ook bij financiers die corporaties financieren, maar dat ook weten dat als het misgaat bij een corporatie, dat ze kunnen aankloppen bij de zekerheidsstructuur. En dat maakt ook, en dat zien we ook in de praktijk, dat al die partijen toch minder scherp zijn op de vraag naar het risicomanagement. Dan is uw vraag naar de oplossing. Nou, je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, we schaffen de hele zekerheidsstructuur af, dan zijn we af van die moral hazards. Nou, ik denk niet dat dat verstandig is in die zin. Corporaties die hebben een enorm voordeel aan die zekerheidsstructuur. Ik geloof dat het WSW wel eens heeft berekend 800 of 900 miljoen aan rentevoordelen per jaar. Dat is een heel wezenlijk bedrag wat corporaties in staat stelt om te investeren in de sociale woningbouw in Nederland. De andere kant is wel, als je die zekerheidsstructuur behoudt, dan ben ik van mening dat je wel iets moet doen aan die moral hazards. En dat zou je in ieder geval moeten doen door de saneringsplicht die het CV nu heeft, namelijk de plicht om altijd een corporatie in alle gevallen volledig in de sanering te nemen, om daar toch een bepaalde begrenzing aan te geven. Namelijk toch aan te geven dat het niet in alle gevallen zo kan zijn dat als je er een potje van hebt gemaakt, dat je altijd voor saneringssteun bij het CV kan aankloppen. Kunt u iets concreter zijn over die grenzen? Is dat dan een soort eigen risico? Je zou kunnen spreken van een eigen risico. Om te beginnen, er zou aan de kant van het WSW scherper kunnen worden omgegaan met het gedrag van corporaties die de regels van het deelnemersreglement niet naleven. Daarmee zou je tot een aanscherping kunnen komen van die moral hazards. Een tweede punt is dat je tot een aanscherping zou kunnen komen door de volledige saneringsplicht die er nu is voor het CV, om die te beperken tot bepaalde omstandigheden en bepaalde gedragingen, waarbij het ook duidelijk is dat een corporatie niet in alle gevallen volledig wordt gesaneerd, maar dat ook voor de financiers duidelijk is dat dat niet het geval is. En dat zijn ze, of heeft u er nog meer? Dat zijn denk ik wel de belangrijkste twee. Onderdeel van het laatste is natuurlijk ook de vraag, kan een woningcorporatie failliet gaan? Ja. En dat zou misschien de derde kunnen zijn. Dat is nadrukkelijk nu niet de bedoeling in de zekerheidsstructuur. Maar ik denk dat dat iets is waar je wel serieus over zou moeten nadenken, wat daartoe de mogelijkheden zouden zijn. En daarbij zou je ook best kunnen denken aan een op maat toegesneden faillissementsarrangement, wat past bij de woningcorporatiesector, wat je toepast, zodat ook duidelijk is voor corporaties en financiers dat het niet altijd zo is dat je in alle gevallen gered wordt en de organisatie wordt gecontinueerd. Of dat je delen van de organisatie redt. Bedoelt u dat? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uiteindelijk is natuurlijk de hele zekerheidsstructuur vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de DAAP-activiteiten, de sociale bezit van de woningcorporaties gezekerd zijn. Je zou met elkaar kunnen doordenken of er ook een mogelijkheid is dat de niet-DAAP-activiteiten, waar je ook geen staatssteun voor mag krijgen, of je die op een of andere manier buiten de zekerheidsstructuur zou kunnen houden. Of de voorwaarden waaronder dat zou kunnen. En ik denk een van de dingen die we ook hebben meegegeven als CFV in ons advies aan de minister op de novelle, is dat wij vinden dat in de novelle over dit soort vraagstukken onvoldoende is nagedacht en dat daar onvoldoende aandacht is besteed. Dan, en dat zei je zojuist al, pleit u voor het belang van onafhankelijk toezicht. En waarom kan die onafhankelijkheid volgens u niet een plek krijgen binnen het ministerie zelf? De belangrijkste reden waarom dat dan niet kan, is dat de minister ook politiek verantwoordelijk is voor de volkshuisvestelijk beleid en de volkshuisvestelijke ambities van corporaties. En wat wij in het verleden hebben gezien, en dat ervaren wij nu in saneringen en in het toezicht ook nog steeds, is dat volkshuisvestelijke ambities, dat zich dat niet altijd goed verhoudt tot de financiële mogelijkheden van een corporatie. En ik vind het dus belangrijk dat er een zelfstandige, onafhankelijke financiële toezichthouder is die kan zeggen, ik trek een streep in het zand, dit is financieel niet meer mogelijk voor een woningcorporatie
en dat je daar een eigen geluid kan hebben, een eigen stem kan hebben om vanuit de financiële continuïteit van de onderneming een streep in het zand te trekken en dat dat niet wordt vermengd met volkshuisvestelijke ambities. De minister zegt, het kan best, want hij schrijft een brief aan de Kamer waarin hij zegt, nou, dat toezicht kan best onafhankelijk binnen het ministerie. En ik lees dus vooruit die brief. Je moet ervoor zorgen dat het toezicht geen onderdeel is van het beleid. De toezichthouder moet binnen het ministerie zijn eigen werkwijze en jaarprogramma formuleren. En er moet een publicatie- en communicatieprotocol komen. Dan is dat geregeld. Maar daar bent u het niet mee eens. Daar ben ik het niet mee eens. Als je ook kijkt naar de novelle die nu aan de Tweede Kamer is aangeboden, dan zie je dat de minister een aantal uitgangspunten geeft voor hoe hij het toezicht wil regelen binnen zijn ministerie. Hij noemt inderdaad de scheiding tussen toezicht en beleid. Wij hebben gevraagd om waarborgen, zodat er ook een onafhankelijke positie en taakuitoefening van een financieel toezichthouder binnen het ministerie mogelijk is. Maar die waarborgen die zijn nu in de wet niet gegeven. En daar maak ik mij ook zorgen over. Is die ZBO... Nee, laat ik het anders zeggen. We hadden de heer Van der Molen hier. En dat was onafhankelijk toezichthouder, een ZBO. Maar die werd wel bijna ontslagen toen hij een rapport wilde publiceren. Dus hoe belangrijk is dat nou dat het een ZBO is, de toezichthouder? Want in de praktijk van het verleden hebben we gezien dat het niet werkte. Het is vooral belangrijk dat een toezichthouder een onafhankelijke positie heeft, zodat hij zelfstandig individuele oordelen kan geven over corporaties en grenzen kan trekken als het gaat om de financiële mogelijkheden van corporaties. Het is ook belangrijk dat een toezichthouder zelfstandig informatie kan opvragen en ook de bevoegdheid heeft om dat af te dwingen als dat nodig is. Dat je kan beschikken over een sanctie-instrumentarium en die sancties ook zelf mag opleggen. Dat is hoe je onafhankelijk toezicht regelt. En dat gebeurt nu doorgaans in een ZBO. Hè. Ik kijk ook even naar andere toezichthouders die onafhankelijk zijn. Dat gebeurt vaak in de vorm van een ZBO-status. Het kan misschien ook op een andere manier, maar dan moet je wel die waarborgen voor die onafhankelijkheid goed met elkaar regelen. En ik stel vast dat de minister nu uitspreekt dat hij voor onafhankelijk toezicht is, maar ik heb tot op heden nog geen enkele waarborg gekregen hoe dat dan binnen het ministerie wordt georganiseerd. En daar maak ik mij zorgen over. Ja, maar er zijn andere inspectiediensten van de Rijksoverheid die wel in het ministerie vallen. Doen die dan hun werk niet goed? Of kunnen die hun werk niet goed doen? Nou, voor die andere inspecties geldt denk ik dat er niet zo'n evident conflicterend belang kan zijn tussen de volkshuisvestelijke beleidsverantwoordelijkheid van een minister met de ambities die daarbij horen en het toezicht op de financiële continuïteit van de onderneming. En ik denk dat dat dilemma is heel specifiek voor de volkshuisvesting. En dat maakt dat je hele duidelijke waarborgen nodig hebt voor dat onafhankelijk toezicht, zodat het financieel toezicht niet wordt belast met de grenzeloze volkshuisvestelijke ambities. Dat is echt een dilemma wat heel specifiek hier voor deze sector is en waar je dus ook heel specifiek in de vormgeving van het toezicht een oplossing voor moet zoeken. En zou je dan het volkshuisvestelijk toezicht ook in een ZBO moeten plaatsen? Nou, daarvoor geldt dat het heel erg belangrijk is om dat volkshuisvestelijk toezicht uiteen te rafelen in wat het allemaal inhoudt. Dat houdt namelijk in toezicht op integriteit, governance en rechtmatigheid. En ik vind dat dat zodanig nauw samenhangt met het financieel toezicht, dat je dat bij elkaar zou moeten bundelen in één onafhankelijke toezichthouder. Dan win je ook echt aan slagkracht en effectiviteit. Het andere punt is het volkshuisvestelijk prestatietoezicht. Dat is echt iets anders. Om te beginnen is dat eigenlijk non-existent. Want er is eigenlijk niet echt een volkshuisvestelijk prestatiekader en ook niet echt een volkshuisvestelijk toezichtkader. Ik weet ook helemaal niet of dat er gaat komen. Het volkshuisvestelijk prestatietoezicht laat zich heel moeilijk verenigen, om dezelfde reden die ik al net toelichtte, met financieel toezicht en dergelijke. Dus afhankelijk van de manier waarop een minister dat wil vormgeven, is dat wat mij betreft heel slecht te verenigen met die andere vormen van toezicht. Maar een integrale toezichthouder voor financieel toezicht, integriteit, governance en rechtmatigheid, dat kan echt samen. En ik ben er ook echt van overtuigd dat je daarmee aan slagkracht gaat winnen. U ziet ook een mogelijk verlies van financiële expertise als een risico dat zal optreden als het toezicht binnen het ministerie wordt geplaatst. Waarom is dat? Nou, wij hebben de minister natuurlijk, toen de minister in maart 2013 liet weten dat hij het CIV wilde gaan opheffen en het toezicht onder zijn ministerie wilde brengen, hebben wij aangegeven dat juist in een periode dat wij heel hard bezig zijn om het toezicht te versterken,
de organisatie daarbij en de medewerkers daar beter op toe te rusten, dat juist in die periode de mededeling kwam. Ik ga het CV opheffen en het toezicht naar het ministerie trekken. Mm-hmm. Dat was best een lastige mededeling als je net volop bezig bent om zaken aan te scherpen en te vernieuwen. Tot op heden moet ik, en daar ben ik ook best trots op, vaststellen dat de medewerkers er zijn en blijven. En met volle inzet hun werk doen. En daar ben ik echt heel trots op hoe ze dat doen. Maar het is natuurlijk wel een risico als je zo'n institutionele verandering doorvoert, dat mensen daar ook van in beweging gaan komen. Ja. Dan de saneringstaak van het Centraal Fonds. Dat wordt mogelijk overgeheveld naar het Waarborgfonds. In uw brief van afgelopen maart aan minister Blok stelt u dat dat geen verbetering is en ook niet in lijn is met het advies van de commissie Hoekstra. Commissie Hoekstra die advies heeft uitgebracht over toezicht. Kunt u dat nog eens toelichten waarom u dat vindt? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat de saneringstaak naar mijn mening een publieke taak is. En wij zien de sanering heel duidelijk als een sluitstuk van het toezicht. Op het moment dat je de sanering zou overdragen aan de minister, en die minister zou die saneringstaak doormandateren aan het WSW, dan leg je eigenlijk een publieke taak in handen van een private organisatie. En dan heb je het over zelfregulering. De vraag is of dat verstandig is. Als je daar toch voor kiest en je laat die saneringstaak uitvoeren door een privaatrechtelijke organisatie, namelijk het WSW, dan vind ik wel dat je twee dingen moet regelen. Namelijk, dan moet je zorgen voor goed toezicht op het WSW. En je moet zorgen voor een publiekrechtelijk saneringskader waarbinnen het WSW vervolgens die taak gaat uitvoeren. En ik stel vast dat beide dingen er nu nog niet zijn. En andersom, waarom niet de borgingstaak van het WSW overhevelen naar het Centraal Fonds? Nou, dat is überhaupt een debat wat nooit is gevoerd. Ik denk ook niet dat dat verstandig is. De borgingstaak is een privaatrechtelijke taak. De borger is er van en voor woningcorporaties. Je zou kunnen zeggen, zou het WSW een publiekrechtelijke organisatie kunnen worden? Ik heb altijd begrepen dat dat een probleem is, omdat dan het risico wat uitstaat bij de borger, dat is geloof ik op dit moment zo'n 90 miljard euro, dat dan een plek zou moeten krijgen op de financiële staat van het Rijk. En dat zich daartegen verzet. Dan neemt de staatsschuld toe met 90 miljard. De andere kant is, het zijn wel de gemeente en het Rijk die uiteindelijk het risico lopen. De belastingbetaler, van die borg. Dus daarom zou je op zijn minst heel duidelijk publiekrechtelijk toezicht op het WSW nodig hebben. En op het moment dat er het mogelijk is om, zonder dat het een groot probleem oplevert voor de staatsschuld, van die borgingsinstelling een publiekrechtelijke organisatie te maken, dan zou dat misschien moeten kunnen, maar ik heb altijd begrepen dat dat om die reden niet kan. Dan triggeren die ons ook nog met twee opmerkingen. De bedrijfslasten van corporaties kunnen omlaag. En in de krant zei je ook dat er nog wel een efficiëntieslag te maken is bij corporaties. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Op dit moment heeft de minister de vraag aan de woningcorporaties zelf gesteld om een structurele verlaging van hun bedrijfslasten te realiseren. Ik geloof dat Edes heeft aangegeven dat zij ervoor instaat dat de aankomende 4 jaar een structurele verlaging van 20% van die bedrijfslasten wordt gerealiseerd. Ik denk dat je zoiets eigenlijk niet kan regelen via zelfregulering, maar dat je dat aan de voorkant moet regelen. En de reden is natuurlijk, corporaties zijn niet onderhevig aan de tucht van de markt. Er is daarom ook geen druk op hun efficiëntie. In dat opzicht is het eigenlijk ook in de ordening helemaal niet verrassend dat corporaties onvoldoende aandacht hebben besteed in de afgelopen 10, 15 jaar aan die efficiëntie, want er is namelijk ook helemaal geen druk op. Dus op het moment dat je ziet dat de prikkel om efficiënt te werken gewoon in de ordening ontbreekt, dan moet je in termen van regelgeving gedragsregels stellen om ervoor te zorgen dat die prikkel er alsnog is. Ik vind het jammer dat die analyse nooit is gemaakt en dat die prikkel nooit in de regelgeving is opgenomen. Ik denk dat je gewoon eisen kan stellen aan corporaties, ook via regelgeving en via toezicht op het in evenwicht brengen van die bedrijfslasten. En wij denken ook dat daar inderdaad ruimte voor is. Ja, dat is wel abstract in regelgeving. Hoe gaat het dan? Nou, je zou binnen bepaalde bandbreedtes, bepaalde type corporaties gewoon kunnen voorschrijven,
binnen welke bandbreedte zij hun bedrijfslasten moeten brengen. Dus gewoon voorschrijven wat binnen een bepaalde bandbreedte, gelet op het type corporatie, of ze beherend zijn of sterk investerend, het woningmarktgebied waarin ze opereren, de financiële positie die ze hebben, zou je gewoon een aantal bandbreedtes kunnen voorschrijven wanneer je vindt dat een corporatie efficiënt is. En daar zou je ook gewoon veel actiever op kunnen sturen. Ja. Het voortbestaan van de organisatie waar u directeur van bent staat onder druk. Heeft u daar een verklaring voor waarom dat zo is? Wat de minister aangeeft is dat hij graag zowel de saneringstaak als het financieel toezicht volledig onder ministeriële verantwoordelijkheid wil brengen. Ik stel regelmatig de vraag hoe dat dan zal leiden tot een verbetering van het toezicht, want dat is mij ook niet duidelijk. Dat als zodanig gaat denk ik niet leiden tot een verbetering van het toezicht. Een verbetering van het toezicht realiseer je door een scherper optreden van de toezichthouder met meer bevoegdheden en meer ruimte om informatie op te vragen, ook in formele zin, en gewoon een alertere houding. En dat is denk ik een traject wat het CFV de afgelopen jaren zelf heeft ingezet. Mm-hmm. En hoe het toezicht precies beter wordt als dat onderdeel is van het ministerie, daar zie ik eigenlijk heel weinig verklaringen eigenlijk voor. Okay, dank. Mevrouw Hasje, nog aanvullend? Ja, allereerst, u gaf aan dat de minister voor onafhankelijk toezicht is, maar onvoldoende waarborgen heeft opgenomen. Heeft u dit ook gedeeld met de minister? Ja, wij hebben in de uitvoeringstoets die wij dit voorjaar hebben gedaan op de novelle ook laten weten aan de minister dat wij die zorg hebben. En wij hebben heel concreet ook aan de minister een aantal voorstellen gedaan hoe hij in de wet zou kunnen regelen dat, uitgaande van de keuze dat het financieel toezicht onderdeel wordt van het ministerie, hoe je dan die onafhankelijkheid zou kunnen waarborgen. Dus daar hebben we heel concrete tekstsuggesties voor gedaan over hoe je dat in de wet zou moeten regelen. En die uitvoeringstoets is ook te vinden op onze website, dus dat is ook gewoon openbare informatie. En u weet niet waarom daar niets mee gedaan is of dat het niet overgenomen is? Ik stel vast dat de minister het niet heeft overgenomen en de verklaring die de minister daarvoor heeft gegeven is dat hij dat niet wil regelen in de wet en ook niet in de AMVB, maar dat hij dat wil regelen in een instellingsbesluit. Dus dat betekent dat het CFV wordt opgeheven, alle taken naar de minister overgaan en dat dan via een intern besluit bij het ministerie een aantal zaken zullen worden geregeld. Ja, ik heb aangegeven dat ik dat onvoldoende vind, want dat betekent dat zich dat volledig onttrekt aan de parlementaire controle, maar mij nu ook geen duidelijkheid geeft over hoe die onafhankelijkheid dan is gewaarborgd en ik dus moet afwachten wat binnen het ministerie dan voor organisatiebesluit wordt genomen waarin dat wordt geregeld. En zo'n organisatiebesluit kan ook op ieder moment weer door een minister of een ambtenaar worden gewijzigd. Ja, dat geeft mij weinig comfort. En u zei ook nog iets interessants bij als het gaat om volkshuisvestelijk toezicht, het presteren. U gebruikte de woorden non-existent. Wat bedoelt u daarmee? Dat er geen sprake is van die vorm van toezicht, in ieder geval tot nu toe? Ja, ik heb niet kunnen zien, het is mij niet bekend dat er op enige wijze echt toezicht plaatsvindt op het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties. Tot op de dag van vandaag? Ja, het is mij niet bekend. Ik heb daar nooit iets van gezien. Dat er een volkshuisvestelijk prestatiekader is waar toezicht op wordt gehouden. Ik weet wel dat het ministerie dit jaar het initiatief heeft genomen om te kijken hoe ze tot ontwikkeling van zo'n kader zou kunnen komen. Maar daar heb ik tot op heden nog niks concreets van gezien. Okay, dank. Ja. Dank u, mevrouw Hasje. Collega Groot heeft ook nog een vraag aan u. Ja, twee korte punten als het kan. Het eerste gaat over dat doorzakken van die leningen. Het Waarborgfonds zich weigerachtig opstelt. Je zou die leningen kunnen doorzakken en daarmee zou je van die toezichtbeperkende clausules afkomen. Zegt u dan dat het Waarborgfonds in feite het sectorbelang stelt boven het publieke belang? Nou, wat ik constateer is dat het Waarborgfonds vanuit haar eigen rol als risicohoeder van de borg aangeeft dat zij het onwenselijk vindt dat op die manier
geborgde leningen worden gebruikt. Je zou van de andere kant ook misschien kunnen stellen van als je die derivaten weer omzet in leningen, dat je dan alsnog als waarborgfonds derivaten borgt, wat niet de bedoeling was. Wat je dan doet is dat je de derivaten sluit en dat je de negatieve marktwaarde van de derivaten opneemt in een hogere renteopslag van de lening. Dat is wat er gebeurt en daarom geef ik ook steeds aan dat ik vind dat je dat instrument alleen maar zou moeten toepassen op het moment dat een woningcorporatie ook genoeg financiële middelen heeft om die hogere rente ook dan te kunnen betalen. Alleen in die gevallen is dat een instrument wat je zou kunnen benutten. Maar vanuit mijn toezicht weet ik dat er een aantal gevallen zijn waarin dat instrument ook echt zou kunnen helpen. Ja. Ten slotte, u zei net, u had geen verklaring voor het feit dat waarom dat onafhankelijke toezicht nou bij het ministerie zou worden ondergebracht, waarmee de onafhankelijkheid in het gedrang komt. Wat zegt u ervan als je, dat hebben we ook wel gehoord in verhoren, dat de Nederlandse poldercultuur zich niet verdraagt met echt onafhankelijk toezicht. Heeft u daar iets mee te maken? U komt zelf bij de OPTA vandaan. Daar wilde ik iets over gaan zeggen. Ja. Ik heb voordat ik bij het CV kwam te werken in 2011 10 jaar bij de OPTA gewerkt, de onafhankelijke toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkten. Daarin heb ik ervaren hoe je zelfstandig onafhankelijk toezicht regelt. Dus het kan wel degelijk als je dat wil. En de OPTA, dat is vanuit Europa opgelegd. Toch? Dat een onafhankelijk toezichthouder moet zijn. De Europese regels die verplichten iedere lidstaat om een onafhankelijke telecommunicatietoezichthouder te hebben. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat je ook zonder dat je daartoe door Europa wordt gedwongen, het toezicht onafhankelijk zou kunnen regelen. En zeker in dit geval, waarin er duidelijk een tegenstrijdigheid kan zijn tussen de volkshuisvestelijke beleidsambities van de politiek en de financiële mogelijkheden van de sector, is er alle reden voor om in dit geval het financieel toezicht onafhankelijk te regelen. Dank. Dank meneer Groot. Nog één ding mevrouw Braal. U zei ergens aan het begin van het verhoor dat er nu ook gekeken wordt naar sale- en leaseback-constructies met grondposities. Dat heeft u toch straks gezegd, hè? Ja, een van uw collega's stelde mij de vraag of er naast derivaten misschien nog andere producten waren die mogelijk in de toekomst op ons netvlies zouden komen. Toen werd gevraagd, kunt u een voorbeeld geven van zo'n product? En toen heb ik dit concrete voorbeeld genoemd als een product wat wij zien ontwikkelen, waar we heel kritisch naar kijken. Dat ontwikkelt zich nog. Mensen gaan daar nu mee aan de slag. Begrijp ik dat goed? Ja, er zijn corporaties die dat product aangeboden krijgen en die overwegen om daarmee aan de slag te gaan. En wij hebben bij die corporaties informatie opgevraagd om te kijken wat ze daar precies aan het doen zijn. En zijn ook bezig om de risico's van dat product beter in beeld te krijgen, omdat wij willen weten wat daar gebeurt. Ja, dat kan een spannende toekomst worden, want uit ervaring weet ik dat dat soort constructies vol zitten met events of default. Ik geef het u maar even mee. Dank daarvoor. We zijn aan het einde van het openbaar verhoor, mevrouw Braal. Ik sluit de vergadering. Dank u.